Ja! Prachtig. Prachtig. Dank u wel. Dank u wel. Goedenavond. Ik ben Dolf. Hoe is het met jullie? Lekker. Boven ook lekker. Overal lekker. Wat fijn om hier te zijn. Hier in het carré van Nieuwegein. Wat een prachtige plek. Echt top om hier terug te zijn. Ik ben Dolf. Ik stel mijn nieuwe voorstelling. En ik realiseer me net op het laatste moment. Een jaar geleden was het in de politiek nog heel onverstandig om met A4'tjes onder je arm. Een deel van u is nu al scherp. En de mensen uit Vianen haken vanzelf aan. Wat leuk om hier te zijn. Ik zal kort uitleggen wie ik ben. Dat heb ik zojuist verteld. Ik zal kort uitleggen wat ik ga doen. Afgelopen jaar speelde ik mijn oudejaarsvoorstelling. 4 maanden lang in het najaar. Die voorstelling heette het Janssen-vaccin. Dat was toen tyfus actueel. En ondertussen is veel veranderd. Ik kon hier niet komen, want we mochten niet meer spelen. En de voorstelling is verzet. En u bent allemaal teruggekomen. U bent met een kleine 600 mensen hier. Waarvoor hartelijk dank. En u ziet er in principe ook echt, bijna allemaal echt heel goed uit. Laat ik het gewoon... Ja, dank u wel. Ik had het zeker niet over jullie. Maar er komt ook een beetje... Gisteravond stonden we in Amstelveen. En na Amstelveen ziet alles er goed uit. Zullen we gewoon eerlijk zijn? Ik ben echt blij met Nieuwegein te zijn. Ik vind Nieuwegein een prachtige plek. Het enige punt is, ik reis met de sneltram. De tering, ja. Ik ben afgezet bij een soort van parkeergarage. Ik ben echt net binnen. Dat is eigenlijk wat het is. Ik ga ervan uit dat u hier woont en ook niet meer weg wil. Maar het kan ook niet. Wat ik ervan begrijp is, jullie hebben een sneltram. Die had je al, want ik kom altijd met de sneltram. Vroeger de oude kom, de nieuwe kom, de eerste kom. Elke kom kwam ik met de sneltram. Toch? Lekker handig. Vandaag denk ik, ik pak de sneltram, we gaan naar Nieuwegein. Echt niet. Ik heb begrepen dat er waren nieuwe trams en toen pasten de perrons niet meer. Dus dan bouwen jullie een nieuw station. Dat is Nieuwegein. Dat vind ik echt goed. Ja, dat is hartstikke goed. We bouwen gewoon een nieuw station. Maar het schijnt dat u voor 2030 weer een sneltram heeft. Dus dan ben ik er ook weer. Het is een nieuwe voorstelling, een oude voorstelling. Het is de voorjaarsversie van mijn vorige voorstelling. Hij heet nog steeds het Janssen-vaccin, er is veel veranderd. In de wereld ook en ook in uw leven, naar ik aanneem. Wat ik wil doen vanavond is 2 jaar pandemie in principe voor goed afsluiten. Vind ik wel een leuk idee. Ik ben ook benieuwd naar wat jullie hebben meegemaakt in die 2 jaar. Daar wil ik het over hebben. Ik ga altijd het gesprek aan en ik ken Nieuwegein. Dat wordt geen enkel probleem. Ik vind het leuk om het gesprek aan te gaan. Van jullie te horen wat jullie hebben meegemaakt. Belangrijk. En de wereld is veranderd, laat het duidelijk zijn. En daar wil ik het ook even over hebben. Weet je, het feit dat we 2000 kilometer verderop een oorlog hebben die niemand had verwacht. Een plek waar je, zou ik zeggen, tot in het theater gebombardeerd kunt worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat lijkt me een moment om blij te zijn dat we in dit land wonen. In vrede, in veiligheid en in democratie. En laten we dat met z'n allen in ieder geval niet vergeten. Dat is wat het is. Dank u wel. En daarop aansluitend, ik speel dit nu dus een keer of 12, 13 achter elkaar op plekken waar ze me terugvragen. En vanavond is een hele speciale avond. Nieuwegein is voor mij altijd een hele speciale avond. Een zin die ik in Amstelveen nooit zou zeggen. Want dan zouden ze denken, we zijn Nieuwegein niet. Maar wat mij om gaat... Kijk, ze zijn erbij. Vianen heeft gewoon ander tempo. Het is gewoon een ander tempo. Dat maakt niet uit. Nu alleen houdt er nog. Maar wat ik wou vertellen... Ik vind het nu al echt een topavond. Wou ik toch even zeggen. Ik had er veel van voorgesteld, maar u zit daar nu al boven. Mag ik het zo samenvatten? Ga ik nog één speciaal ding vertellen. Het is dinsdagavond. Leuk om te spelen, serieus waar. Het is een hele speciale avond. U bent met bijna 600 mensen hier, waarvoor hartelijk dank. Even over deze sector. De cultuursector heeft het 2 jaar heel moeilijk gehad. Theaters waren dicht, of 1/3 bezetting, of 30 mensen per voorstelling. We hebben het allemaal meegemaakt. Simpel gezegd betekent dat voor deze sector echt noodsituatie. Want theaters leveren van, maar ook wij als artiest leven van u. Weet je, u koopt een kaartje, een deel van die opbrengst gaat naar het theater. Dat lijkt me terecht. Die kopen daar rookmachine van. Belangrijk. En binnenkort een nieuw perron dat de sneltram gewoon op dezelfde hoogte. Echt toekomstmuziek. Nou, wat ik wou zeggen, is een deel van het geld gaat naar het theater, lijkt me terecht natuurlijk. Dan blijft er een deel over. Daar betaal ik mijn productie van. Ik heb bijvoorbeeld een technicus zitten, Elko. Die koop ik elke dag vrij uit de TBS-kliniek. Dat kost gewoon klaar om het geld. En als je daar zit, lach je niet meer. U begrijpt wat ik bedoel? Laatste stap, wat er aan overschiet, daar leef ik van. Ik ben artiest, ik leef van u. Weet je, u koopt een kaartje, ik leef daarvan. En afgelopen 2 jaar was dat dus heel erg matig. Dus wat u ziet is honger. Dat is eigenlijk wat u ziet. U lacht. Ik word door een vrouw zo hard uitgelachen, die gaat het heel zwaar krijgen. Ik zweer het, hè? Nee, ik vind het echt leuk om hier te zijn. Dat is wat het is. Maar vanavond, de andere avond, even heel kort. Ik ga het niet groter maken dan het is, maar vanavond is een andere avond dan normaal. Ik ga u uitleggen wat het is. Vanavond speel ik deze voorstelling, speel ik om niet. En misschien kent u die term, misschien niet. Maakt niet uit, ik leg het uit. Ik speel vanavond om niet, dat betekent ik krijg er vanavond geen cent voor.
En ik ga dat niet groter maken dan het is, maar ik ga het voor de zekerheid nog wel een keer herhalen. Dus ik speel vanavond om niet. Dat betekent dat ik er geen geld voor krijg. En u kijkt me nu aan, waarom doe je dat, Dolf? Dat doe ik omdat ik het van belang vind om de cultuur ook naar de regio te brengen. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste reden. Ik voel de spanning. En voor de duidelijkheid, ik woon ook in een regio alleen met openbaar vervoer. Maar wat ik wou vertellen, ik speel vanavond om niet. En ik ga dat niet steeds herhalen of zo, weet je. Maar ik vind wel van belang dat u dat weet. U kijkt me nu aan, waarom doe je dat? Dat is een ideetje van een kennis van mij. Sievert van Linde. Die kent u ook. ik noem hem een kennis. Ik ken hem, want jarenlang hebben we dezelfde reclasseringsambtenaar gehad. En Sievert zei tegen mij, Dolf, als je ooit speelt in de regio Nieuwegein, Houten, Vianen, dan is het van groot belang dat mensen denken dat je een goed mens bent. Dus dat is de reden dat ik dit doe. Ik ben een goed mens, ik wil dat uitstralen, dus vandaar speel ik vanavond om niet. Ik ga het niet groter maken dan het is, maar ik wil het wel nog een keer zeggen. En het leuke, ik zie nu zowel dankbaarheid en liefde, maar ik zie ook ongeloof. En zelfs een beetje cynisme. Dat begrijp ik. Ik ga het voor de zekerheid uitleggen. Het is echt waar wat ik zeg. Ik speel vanavond om niet. Maar ik garandeer u, als er op de een of andere manier toch iets van omzet zou worden gegenereerd, garandeer ik u met de hand op het hart dat ik die omzet geheel buiten uw zicht zal wegsluizen naar een brievenbus op de Zuidas in nauwe verbinding met een eiland met meer zonuren dan een belastingmoraal, om het daarna in overleg met Wopke Hoekstra te beleggen. Dus daar kunt u mij van op aan. Dat is wat het is. En dat doe ik dan. Het applaus komt van de laatste 24 socialisten in de regio Nieuwegein. Voor de duidelijkheid, als ik die belegging zal doen, doe ik dat via mijn eigen BV. En die heb ik vernoemd naar een slavenschip, want dat vind ik grappig. Dames en heren, ik ben blij om hier te zijn. Het is een hele speciale avond, voel ik aan alles. Ik praat over die afgelopen 2 jaar. Het leven is veranderd. Er waren lockdowns, horeca was dicht, theaters waren dicht. Veel veranderde. Er kwam een avondklok overheen, thuiswerken, al die dingen hebben we meegemaakt. En even heel kort over mijn werk. Ik wil zo over jullie hebben. Wat hebben jullie meegemaakt? Wat heb je gedaan die afgelopen 2 jaar? Maar ik zal enige dingen over mijn werk vertellen. Ik heb wel getoerd, steeds. Ik heb steeds getoerd, dus ook voor 30 man, 2 keer 30 man per avond. 1/3 zaal. Ik heb alles gedaan om moed door te spelen. Maar 1 ding wat veranderde, wat ik soms doe tussen mijn normale werk door, dan spreek ik voor een bedrijf of een organisatie. Er zijn bedrijven of organisaties, kent u zelf uit uw eigen werkkring. Een groot bedrijf of een organisatie, een branche, een congres. En die hebben dan allemaal sprekers, inhoudelijk en heel interessant. En dan aan het einde is er behoefte aan een stukje comedy om de mensen nog met een hartslag de borrel in te jagen. Dat is eigenlijk een beetje. Ik hoef jullie niks uit te leggen. En ik word daar vaak voor gevraagd. Niemand weet precies waarom, maar ik word daar vaak voor gevraagd. Dus dan vraagt een branche, een organisatie, een groot bedrijf vraagt mij, Dolf, wil jij spreken voor deze organisatie? En dan zeg ik, soms ja, soms nee. Prijskaartje. Maar het is echt leuk. Mensen denken dat is een snabbel, dan krijg je heel veel geld voor niks. Dat is niet waar. Ik moet er hard voor werken. Ik heb een voorgesprek, ik ga schrijven. Speciaal over die groep, die branche. En uiteindelijk doe ik mijn kunstje. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Serieus, weet je wel? En het zijn leuke avonden, middagen. Want de ene keer sta je voor 600 gynaecologen. En de andere keer niet. Dat zijn gewoon hele andere avonden. Maar ook dat werk veranderen. Net als iedereen die werk heeft. Je moest thuis werken en shit. Weet je. Ik heb dingen op camera gedaan, opgenomen, opgestuurd, weet ik wat. En soms ook hybride. Dan was ik wel op de plek van het bedrijf, de organisatie. En alle medewerkers kregen het dan thuis via linkje en shit. Dat is hartstikke leuk. Maar ik heb dus wel dingen gedaan, maar alles was anders dan daarvoor. Ik zal 1 of 2 voorbeelden noemen. De afgelopen 2 jaar, hè, wat ik gedaan heb in mijn werk. Ik kwam een paar keer terecht bij het RIVM. Nou, 2 jaar geleden moest je uitleggen wie dat waren. Tegenwoordig weet iedereen wie het RIVM is, toch? En ik wist ook niet waar ze zaten. Ze zaten in Bilthoven. Bilthoven. Dat is een beetje het Vianen van Amersfoort. Het klinkt heel beledigend, vind ik voldoende. Het gaat erom, u kent Bilthoven, Rock'n'Roll City. En ik ga naar Bilthoven en ik had uitgenodigd bij het RIVM. U kent RIVM allemaal, met het standbeeld van Jaap van Dissel in de tuin. En ik mocht daar spreken. Hartstikke leuk voor het hele personeel. Er werken 10.000 man, allemaal RIVM. En die onderzoek naar Viri en naar vaccins en naar rioolwater en alles wat ze interesseert. Enfin, ik kom met RIVM op afspraak, een bepaald tijdstip. En ik zou ter plekke op camera het personeel toespreken. Leek mij leuk. Ik had vrij veel materiaal over Van Dissel. Ik kom eraan op een vouwfietsje. Ik meld me bij een slagboom en een hek. Fucking weet je. Oké, ik meld me bij zo'n dame met een badge. En ik heb een ID. En ze kijkt naar mijn ID en ze zegt dat is niet voldoende. Terwijl ik denk, daar ben ik. Zij zei, nee, het is een beveiligde situatie, er is een tweede ID nodig. Goddank had ik een tweede ID, ook op mijn naam. Dus oké, was niet voldoende. Ik moest ook nog DNA afgeven, sperma, was een hele rare middag. Ik maak wat mee. Maar
uiteindelijk was ik die vrouw denk ik, ik dacht niet, nee, natuurlijk niet. Maar nee, het is vanavond niet de Comparenclub. Dat is na tienen. Wat ik wou vertellen, uiteindelijk was ik binnen en ik was een klein beetje ontstemd. Ik ben nooit ontstemd. Want ik had zoiets, ik ben uitgenodigd, ik ben hier, ik heb een ID. Ik kwam er bijna niet in. En toen legden ze me uit, het RIVM, waarom die beveiliging zo was. Simpel gezegd, die krijgen constant mensen over de vloer die boos zijn op het RIVM. U kent misschien agrariërs, een omgeving, agrariërs. Dat zijn vroeger boeren. En agrariërs die zijn vaak boos over wetenschappelijke onderzoeken waarvan de uitkomst ze niet bevalt. En dan gaan ze optoeren. En optoeren betekent lekker op de trekker en dan rijden ze naar Bilthoven. En dan melden ze zich aan de slagboom van het RIVM. Dan zijn ze woedend. Ja, niemand verstaat ze, want ze zijn woedend. En dan komt er een gesprek. Dus ze moeten zich beveiligen tegen woedende agrariërs. Dat is wat het is. En ook, wist ik ook niet meer, in september vorig jaar stond bij het RIVM Willem Engel. Stond Willem Engel. Dit is een van de weinige imitaties van de avond. Ik zeg het er meteen maar bij. Dan weet u het vast. Dus wie staat er bij de slagboom? Willem Engel. Ik kan dit 3 keer doen, dan heb ik een whiplash. Maar Willem Engel, die staat echt waar. U kent hem, hè? De dansleraar met kennis van virologie. En Willem Engel, die staat bij de fucking slagboom van het RIVM. En die zegt, ik ben Willem Engel. En toen zei hij letterlijk, hij was woedend over iets. Toen zei hij letterlijk, ik wil nu de directie spreken. Waarop die mevrouw zei, die werken allemaal thuis. Ik vind dat zo grappig. Over. Dat vind ik grappig. Echt, als ik een viroloog was of een bioloog, ik zou 600 man verzamelen, allemaal virologen, naar de dansstudio van Willem Engel gaan en zeggen, ik wil nu de tango leren, nu, met je vlecht. Nou, dat zijn dingen die ik meemaak. Ja? Ik heb overal gespeeld, ik heb bij het KNMI gespeeld, tegen alle verwachtingen in. Ja? Is dit jullie niveau? Dan wordt het een hele andere avond, hè? Gaan we niet doen dit, hè? Ik zal er nog één noemen. Dan ga ik kijken wat jullie hebben gedaan. Ik werd op een paar moment gevraagd om te spelen voor de Belastingdienst. Die kent u wellicht. En ik vraag erbij, we stonden laatst in Laren. Ik zeg de Belastingdienst, niemand had een idee waar het over ging. En ja, u begint op mijn tempo te komen. Dat is lekker. Dames en heren, ik mocht optreden voor de Belastingdienst. Een hele grote organisatie, tienduizenden mensen die u allemaal kapot maken. En de Belastingdienst heeft het zwaar, weet u ook wel. Toeslagenaffaire, alles eromheen, zwaar. Ik mocht spelen voor de Belastingdienst, was ik denk begin van het najaar. Dus het was een zaal met mensen, zo 700-800 man. Waren echt niet allemaal racisten. En ik mocht spelen voor de Belastingdienst. En dat vond ik leuk, om 2 redenen. 1 dacht ik, ja, ik stuur een nota, krijg ik eindelijk wat van ze terug. En 2, ik vond het heel leuk, ik heb mijn nota verstuurd in een blauwe envelop. Ik verzin niks, hè? Er zit daar 1 jongen die heeft nog niet gelachen. Ik ga proberen hem aan het lachen te krijgen, maar het kan zijn. Misschien is hij overleden, dan doen we straks de uitvaart. Wat mij om gaat, ik zie alles. Ik kom bij de belasting, ik mocht spelen voor de Belastingdienst. Oké. Toen was het volgende probleem. Die werd aangesproken op de toeslagenaffaire. U weet de toeslagenaffaire, heel kort. Mensen zoals jullie, mensen zoals u, die werden aangesproken als fraudeur. Jarenlang. Aangesproken als fraudeur. Voor de duidelijkheid, het waren geen fraudeurs. Het waren mensen zoals jullie. Vaak met een iets wat beige huidskleur. Vaak met wat meer lettergrepen in de achternaam. En sommigen hadden zelfs de gore moed om een goed doel te ondersteunen via de moskee. Dus, die mensen werden weggezet als fraudeur wat ze niet waren. En u kent de verhalen uit de krant, de tv, eigen omgeving. Die mensen zijn kapot gemaakt. Het gaat om duizenden mensen. Mensen zoals u, fraudeur, vinkje, systeem en je bent fucked. Die mensen zijn weggezet als fraudeur en die levens zijn kapot gemaakt, dat weet u. Mensen zijn hun huis kwijtgeraakt, huwelijk uit elkaar gevallen, kinderen zijn uit huis geplaatst. En nog steeds zijn er duizenden niet terug, want ze kunnen ze niet vinden. Dat is wat het is, hè? Dat is dit land, hè? Dus mensen zijn kapot gemaakt door die toeslagenaffaire. Tot aan zelfmoord aan toe. Dat is wat er gebeurd is. De grootste schande in dit land van de afgelopen 10, 15 jaar. Dat weet u. En de Belastingdienst was daar mede voor verantwoordelijk. Dat weet u ook. Maar deze mensen waar ik voor sprak, hadden daar niks mee te maken. Dat is gewoon een andere afdeling. Maar die werden er wel op aangesproken. Dus je werkt voor de Belastingdienst. Je hebt niks te maken met die hele toeslagenaffaire. Maar je wordt erop aangesproken. Ja? Deze mensen schaamden zich zo voor het feit dat ze bij de Belastingdienst werkten. Dat ze op een verjaardag zeiden, ik werk bij de NS. Ja. Voelt u wat ik bedoel? Dat is de bodem, hè? Oké. En voor die mensen mocht ik spreken. Dus ze werden aangesproken op iets waar ze niks mee te maken hadden. En ik herkende dat. Ik zal het heel kort vertellen. Ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond. Tot voor een paar jaar. Ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond. Op een paar moment heeft de gemeenteraad en Femke Halsema gevraagd of ik wilde verhuizen. Maar ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. En ik word ook gezien als een Amsterdammer. Als ik ergens ben, mensen weten een paar dingen van mij en ik ben een Amsterdammer. Dat is oké. Maar als ik in de regio Rotterdam kom, en dat komt voor, dan voelt u de spanning. Want voor de regio Rotterdam ben ik van 020.
Dus als ik daar ben, ik maak er ook gebruik van. Als ik daar speel in theater, ik maak er ook gebruik van. Weet je wel, ik zeg misschien... Enfin, wat ik bedoel is dit. Zijn er Rotterdammers aanwezig? Dit gaat je morgen in Tirana geen Europacup opleveren, vriend. Toch? Dat is geen applaus als een beroerte. Nou, wat ik wou vertellen... Ik heb echt een topavond, jongens. Ik weet niet hoe we hier ooit nog overheen gaan komen. Maar we spelen maar gewoon door. Wat ik wou vertellen is dit. Ik ben gek op Rotterdammers. Voor de duidelijkheid, mocht u Rotterdammers zijn, hartstikke leuk. Ik ben gek op Rotterdammers. Ik zeg wel eens, Rotterdammers, dat zijn harde werkers met behoud van uitkering. Vind ik hartstikke goed. Nou, okay. Dus... Ik kom in Rotterdam. Ik zal u uitleggen waarom. Ik speel overal, ook in Rotterdam, de hele regio. En in september van vorig jaar begonnen we met die tour die we nu afsluiten. Ja? En toen speelde ik in Walhalla. Het hartstikke leuk theater op Katendrecht. Katendrecht, de oude Zeemansbuurt. En dan kan je komen, ik weet niet of je Rotterdam een beetje kent. Dan heb je daar Hotel New York. En dan ga je over een brug. Ik weet niet of je die brug kent. Kent iemand die brug naar Katendrecht? De Hoerenbrug. Wat leuk dat u er bent. Ik wist het ook niet, maar Elko wist het me haar fijn uit te leggen. Maar dan gaat het nu even niet om. Wat om gaat, ik liep over de Hoerenbrug. Oké, ik moest dus naar Katendrecht, want ik moest werken. We gingen spelen. Ik loop, was begin september. Ik loop over die brug. En naast mij loopt een typische Rotterdammer. Die kent u toch? Typische Rotterdammer, goede uitstraling, korte mouwtjes, mooie dag. En oké, wat ik had geleerd met RIVM, die hebben onderzoek gedaan naar alles. Die hebben onderzoek gedaan naar Firi en naar vaccins en naar het rioolwater. Maar die hebben een jaar of twee geleden een onderzoek gedaan, wat ik echt niet wist. Die hebben onderzoek gedaan, nou nu moet u opletten, onderzoek gedaan naar het verband tussen woonplaats en spelfouten in tatoeages. U kijkt me aan, dat verzint hij. Daar heb ik geen tijd voor. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen woonplaats en spelfout in tatoeages. En u begrijpt allemaal, de Rijnmond scoorde vrij hoog. Mag ik het zo samenvatten? Ik wist het ook niet, hè? In de Rijnmond in Rotterdam heb je een hele bekende tattoo-artist. Die heet Bob, die noemen ze Bobo. Volstrekt dyslectisch, maakt niet uit. Dames en heren, ik wist dit niet. Maar in september loop ik loop in Rotterdam. Ik loop over de Hoerenlopersbrug, ik loop naar Katendrecht naast mijn Rotterdammer. Op zijn bovenarm, ik verzin dit niet, een tatoeage. En daar stond Feyenrood. Daar stond Feyenrood. Aan het einde van de brug zei ik, misschien word je volgend jaar wel kampioen. En dan ben je zo blij dat je hard kan lopen. Ik zweer het je, zeg maar. Maar dat is ook Rotterdam, hè? Dat is ook Rotterdam. Harde werkers, de metro dankzij de Duitsers en de marathon. Toch? Marathon Rotterdam. Prachtige marathon. Die wordt elk jaar gehouden in Rotterdam. Heet de Marathon Rotterdam. Kunnen ze hem vinden. Hartstikke goede marathon, ja? En er wordt tyfus hard gelopen. 10, 15 jaar geleden liepen ze in Rotterdam al 2,7, 2,8. Ik heb het over de marathon, hè? Dat is ruim 42 kilometer. 2,07, 2,7, ja? Onwaarschijnlijk. Dat is een jaar of 10, 15 geleden. Dat is de tijd van Rita Verdonk. Die was ook wel, ja, bepalend, want die jongens die hadden een verblijfsvergunning van 2 uur en 10 minuten. En dan, En u kijkt me aan, lopen ze nu nog harder? Ja! Ze lopen, weet je wat ze tegenwoordig lopen? Op de marathon, hè? 2-3, 2-4. Ze lopen fucking 2-0-3 op de marathon. Mensen vragen mij, hoe kan dat, Dolf? Want ik ben een loper, hè? Ik zeg, dat is het Lee Towers effect. Ja, bij de start zetten ze Lee Towers neer, die gaat zingen. Dan schijnt iedereen zo hard mogelijk, ja... Ik maak echt leuke dingen mee, man. Ik ben zo leuk om hier te zijn. Nieuwegein, topplek. Ik vraag het aan jullie. U bent met 600 mensen hier. Waarvoor dank? Even heel simpel. We kijken 2 jaar terug. We hebben een pandemie gehad en al die dingen. Wat ik merkte, al die tijd dat ik speelde en gesprekken voerde met mijn zalen. Wat ik merkte was dit. Mensen zijn dingen gaan doen in die 2 jaar waar je opeens tijd voor had of ruimte in je hoofd. Met thuiswerken, de horeca dicht, theaters dicht. Het was minder te doen. Heel veel mensen zijn dingen gaan doen waar ze geen tijd voor hadden daarvoor. Mijn vraag is heel simpel. Wat ben jij gaan doen in die afgelopen 2 jaar? Wat ben jij gaan doen wat je daarvoor niet deed, waar je opeens ruimte of tijd voor had? Dat is de vraag. Wat ben je gaan doen? En u kunt tegen mij praten en ik garandeer u, hoe meer antwoorden ik krijg, hoe leuker de avond wordt. Zo simpel is het. Wat ben je gaan doen die afgelopen 2 jaar? Mediteren. Sorry? Mediteren. En dat deed u daarvoor niet? En u bent tot rust gekomen? Oké. En u kunt dit ook aan? U bent zo weg. Hij trekt er 20 minuten en dan moet hij echt even om. Dat is oké. Okay. Prachtig. En doet u het elke dag of hoe vaak? Nee, ik heb mediteren vervangen door winterzwemmen. U deed mediteren en nu doet u winterzwemmen. Oké.
En wat komt hierna? Jeu de boel? Wat is de opbouw? Nee, u heeft geen plan. Dat is ook heel verstandig. In uw geval lijkt me dat zeker heel, heel verstandig. Prachtig winterzwemmen, is tyfus koud, toch? Nee, nu niet. Nee, want nu zit u hier. Maar... Of ik heb straks ook een emmer koud water over. Dat kan ook, maakt mij niet uit. Hele rare avond. Maar prachtig, want ook winterzwemmen lijkt me ook goed voor lijf en geest. Prachtig. Andere ding. Zie je, zo'n verhaal. Leuk. Fileloos rijden. Wat zegt u? Fileloos rijden. Fileloos rijden. Ja, wat je ook kan doen is met de sneltram. Dat schijnt ook heel goed. Ja. Dus u reed wel terwijl de rest thuis was? Ja. En waarom reed u wel? U werkt in een ziekenhuis. Ja, vroeger kreeg je daar applaus voor, maar dat is echt lang geleden. Oké, prachtig. Nee. Ik zet altijd iemand uit een ziekenhuis midden op de eerste rij, gewoon voor de zekerheid. Want ja, je weet het gewoon niet. Ik kan elk moment omvallen van de honger. Prachtig. Andere ding, wat ben je gaan doen in die afgelopen 2 jaar? Dat is hartstikke goed. Mediteren, winterzwemmen. Wat ben je gaan doen? Hindi? U bent Hindi gaan leren. U zit vrij dicht bij de meditator, dat weten we. Toch? Is dit het yoga-hoekje? Maakt mij niet uit. Dan ga ik even hier naartoe. Vechtsporters. Oké. Maar u bent Hindi gaan leren. Waarom? U houdt van India. Weet je wat nou zo grappig is? Wij hebben net Indisch gegeten. Nou, een verhaal. Ja. Ik hou ook van India, maar dan puur het eten. En spreekt u nu Hindi? Een beetje. Oké. Okay. Dus u kunt mij een zin in Hindi, kunt u mij... Dat gaan we niet doen, maar ik ben gewoon geïnteresseerd. En gaat u binnenkort naar India om Hindi... U bent daar geweest. En keken ze u ook aan alsof u Hindi sprak? Of... Keken ze bij me zo'n gezicht van, dat was een cursus. Dat kan ook, hè? Was uw Hindi voldoende? Nee, dat andere deelstaat. Kut, sorry. Andere deelstaat. Ja. Dit is, nee, echt, respect hoor. Dit is een typische LOE-truc. Ze leren je Hindi. Ja, wel waar. Je komt in een andere deelstaat en je krijgt rijst. Het is echt... Even gelachen. Oké, we zijn er. Ja, ik hou hem in de gaten. Bij rijst vond hij grappig. Andere dingen, dank u wel, een goed verhaal. Hindi, winterzwemmen, met de auto. Wat ben je gaan doen de afgelopen 2 jaar? Ik ben geïnteresseerd, hè? Anders vraag ik het niet. Wat ben je gaan doen? Gewoon andere dingen, afwijkende dingen. Wat ben je gaan doen? Anders ga ik nieuwe gein onthouden. Winterzwemmen, Hindi, file. Dat is echt raar, hè? Jammer ook, hoor. Ben je nog andere dingen gaan doen? Wat zegt u? Juist, u zei gebarentaal. Ja, maar ik praat even met de gebarentaal. U bent kinderboeken gaan schrijven en u bent gebarentaal. Prachtig. Gebarentaal? Dat is wat ik verstond. Ja. Ja, het kan ook zijn dat hij zo doet, maar dat zie ik niet. Want, okay. Het is trouwens wel heel opvallend dat alles zich hier afspeelt. Hier gebeurt helemaal niks, hè? Ik weet niet wat dat is. Ik heb straks nog meer vragen voor de duidelijkheid. Je hoeft geen antwoord te geven, het wordt er alleen maar minder leuk van. Serieus, hè? Maar gebarentaal vind ik wel prachtig, als ik daar even voor mag geven. Ik heb soms een voorstelling gespeeld met gebarentolk. Gebarentolk is iemand die het dan, afijn, kent u, toch? En soms zijn er hele dappere gebarentolken. En die tolken dan mijn voorstelling. Wat ik fascinerend vind, want ik vind het heel fijn om ook ja, doof en slechthorende in mijn publiek te hebben. Vind ik hartstikke fijn. En ik heb het... Vorig jaar een paar maanden had ik een verzoek gekregen of ze bij mij mochten tolken. Ik zei, dan, hartstikke goed, tuurlijk, kom maar. Hadden ze heel simpel bedacht. Ze zouden daar gaan staan, een gebarentolk. Ik deed hier mijn voorstelling, niks aan de hand. Ze hadden alleen wel bedacht, we komen met 2 gebarentolken. We gaan in estafette, dat was dan het idee. Want ze waren toch bang dat voor 1 gebarentolk een beetje hoog gegrepen was. Dus hadden ze bedacht, nou, dan ga je 10 minuten gebarentolken. Dan kon hij even mediteren, dan kwam die andere gebarentolk. En dan, dat vond ik een goed idee. En dat wist ik, hè. Dus ik zou gewoon mijn voorstelling spelen en daar een gebarentolk. En dan na 10 minuten, zonder dat ik het merkte. Dus ik begon en de eerste 10 minuten heb ik opvallend langzaam gespeeld. Echt extreem langzaam. Dat ik soms zelf aan het begin van een zin dacht, ga ik het einde überhaupt halen. Maar heel, heel rustig. Dus die gebarentolk die stond lekker te tolken. En toen zag ik uit mijn ogenhoek, toen kwam de tweede tolk. Toen heb ik de tweede 10 minuten wel zo onwaarschijnlijk tyfus snel gespeeld. Dat was voor niemand te volgen. Gewoon niet, hè? Dus na 7 minuten kwam er rook uit. Vond ik heel grappig. En er was 1 moment wat ik terug wil halen, als u het goed vindt. Je had toen Merel, weet u nog, Merel, was een zangeres, die had een hit met Hou je bek en bef me. Had ik een grapje over, ik ben al lang vergeten welk grapje. Maar ik heb die avond 3 keer Hou je bek en bef me gezegd. Gewoon om eens te kijken hoe je dat...
Dank u wel. U voelt aan alles. U geeft antwoorden, komen betere verhalen. Maakt mij geen reet uit, hè? Ik ga nog één ding over mezelf vertellen. Ik weet niet waarom ik zin in. Er was één organisatie die mij vroeg, en daar keek ik wel van op. Was vorig najaar. Dat was de NCTV. En die kent u, want een week of 3, 4 geleden stond ze in de krant. De NCTV is een geheime organisatie en die beschermt u en mij. NCTV, even simpel gezegd, die houden landen in de gaten, mensen, organisaties, soms religies. Maar die houden alles in de gaten wat ons kan bedreigen. Dat is de NCTV. Beetje geheime dienstachtig. Er werken 800 mensen. Ja, NCTV. En sinds kort blijkt dat ze ook politieke partijen in de gaten houden. En daar kan je van alles van vinden. Maar de NCTV heeft ook elk jaar een jaarcongres met een feestelijke afsluiting. Nee, er komen eerst een paar sprekers, inhoudelijk. En ja, mij was gevraagd of ik die afsluiting wilde doen. Het leek me hartstikke spannend. Ongeveer 800 mensen. Het was online, maar ik was in theater, want ik speelde. En het was in oktober vorig jaar. En het had de tweede keer gezegd van de NCTV. Ze zeiden, Dolf, we zijn een geheime organisatie. Dus het kan niet via Teams, het kan niet via Zoom. Het moet via ons eigen systeem. Ik zeg, maakt mij niet uit. En twee zeiden ze, zeg maar niet waar je bent. Want wij zijn een geheime organisatie. Dus ik, ja, jongens, flikker op, ik ben een prof. Ja. Ik weet nog goed, ik begon. Ik zei, goedemiddag, ik ben Dolf, ik ben een kuik. Kut, je vergeet het gewoon. Dat zijn van die dingen die vergeet je. Ja, maar goed, maakt niet uit. Ik was inderdaad in Kuik, in de Schouwburg daar, we zouden s'avonds spelen. En elk had me ook geholpen met alles opzetten. Dus ik had een camera, ik had een lampje op, ik had een leuke achtergrond. En ik zou een half uur spreken tot de NCTV. En onder in het scherm zag ik, 800 mensen hadden aangehaakt, het hele personeel zat er klaar voor. 3:30 sharp. Wat er gebeurde, echt maar, net voor 3:30 hadden we geen verbinding meer. We hadden geen verbinding meer. En ik ben een prof, ik ben altijd op tijd. Ja, ik wil gewoon mijn ding doen. Het lukte niet, we hadden geen verbinding. En op het allerlaatste moment, poef, zag ik hem komen, hadden we verbinding. Dus ik begon, ik zeg, hallo, Dolf in een kuik. Ik zeg, jongens, het was echt heel spannend, want er was geen verbinding. Het lukte niet, maar op het laatste moment is het toch gelukt. Maar het lukte niet vanuit de Schouwburg. Daarom kom ik nu tot u via de wifi van het naastgelegen Chinees restaurant. Ik heb nog nooit zo snel 800 mensen die wegschakelen. Poef, allemaal weg. Maar ja, ik zeg altijd, als je begonnen bent, dan mag je een nota sturen. Dat is wat ik altijd zeg. Behalve natuurlijk vanavond, want vanavond, had ik al verteld, vanavond... Ik speelde een voorstelling die ging over vorig jaar, nu speel ik een voorstelling over dit jaar. Dit najaar speel ik een volgende voorstelling, die gaat over 2022. Een oudejaarsvoorstelling speel ik 4 maanden lang. En die heeft een titel, die heet Flits Bezorgd. Flits Bezorgd. En u begrijpt denk ik waarom. Als je tegenwoordig zeker op de fiets bent of weet je anderszins, omdat de sneltram niet rijdt, dan heb je heel veel flitsbezorgers om je heen. 2 jaar geleden, er waren geen flitsbezorgers. En nu als je op de fiets zit, weet je, je hebt overal om je heen e-bikes en bakfiets en shit van supermarkt en eten en shit. Echt, overal, flitsbezorger. Dat vind ik een mooie term, want we zijn eraan gewend geraakt, wij met z'n allen, zijn eraan gewend geraakt dat wij alles thuis bezorgd kunnen krijgen. Eten en zo, maar ook andere spullen, een supermarktspullen. Binnen 15 minuten. Dus wij vinden het nu normaal, na 1-2 jaar, dat je alles wat je nodig hebt, binnen 15 minuten thuis bezorgd krijgt. Dat is fascinerend, toch? Dat vinden we gewoon normaal, ja? Dus stel, weet je wel, je hebt zin in een lekker weekend. Ja, dan kan je dus gewoon bananen, 15 condooms en ketamine. Nou goed, dat is dan Elko, maar u begrijpt een soort bestelling en wat dan toch? Dat is wat het is. We vinden dat normaal en ik vind dat fascinerend. Weet je, het leukste nieuws vond ik januari van dit jaar. Januari van dit jaar maakte Blokker bekend dat ze ook gaan flitsbezorgen. En daar was ik echt heel blij mee. U kent Blokker. En Blokker zei na Albert Heijn en Hema en al die andere winkels. Blokker zei, wij gaan u ook flitsbezorgen. Daar was ik heel blij mee. En ja, je hebt zo vaak momenten in je leven dat je denkt, ik moet nu binnen een kwartier een vergiet. Ik moet gewoon, toch? Nou, dat kan dus nu. Dat is echt fijn. Het enige wat ik jammer vind van de Blokker is niet het hele assortiment wordt bezorgd. Dus bijvoorbeeld strijkplanken doen ze niet. En dat vind ik jammer. Ik had me echt verheugd op jongens op zo'n scooter. Ja, fuck, linksaf. En dan, dat, weet je, dat komt later. En toen realiseerde ik me, afgelopen jaar had ook zo'n woord. Het is voor mij een woord van dit jaar, het woord flitsbezorgd. Het zegt iets over snelheid en over wat we gewend zijn en over de economie en zo. Afgelopen jaar had ook zo'n woord. Ik vraag het gewoon aan jullie. Als je ruim een jaar terug had in de tijd, in de politiek, kwam er een woord op wat opeens een belangrijk woord werd. De sensibiliseren. Sensibiliseren. En het werd een politieke term. Je weet nog waarom, denk ik. Ik vraag aan jullie, samen met een mening, jullie weten dingen. Was er iemand die het woord sensibiliseren al kende voor februari vorig jaar? Het woord sensibiliseren wel eens gebruikte? U kunt tegen me praten, hè? Waar of hoe gebruikt u dat woord? Hier niet, oké. Okay. Verder, sensibiliseren. Wat zegt u, desensibiliseren? Oké, wat is dat? Oh, ik heb een gesprek, hè? Ja, wat is desensibiliseren? Minder gevoelig maken voor. Minder gevoelig maken voor. Ja. Dat is desensibiliseren. Ja. En wat bijvoorbeeld? Nou, ik heb bijvoorbeeld heel lang injecties gehad tegen hooikoorts.
Ja, u heeft injectie gehad tegen hooikoorts. En dan wordt u minder gevoelig gemaakt voor hooikoorts. Ja. En hoe doen ze dat dan? Met die injecties. Dus die injecties desensibiliseren u. Ja. Fascinerend verhaal waar ik niet naar vroeg, maar dat maakt verder niet uit. Gewoon goed. Nee, nee. Het maakt mij niet uit wat over gaat. Ik heb geen tijd om te kijken. Maakt me geen reet uit. Ik hoorde ook dat mensen allergisch zijn inderdaad. Dat hooikoorts ook een soort... Als mensen allergisch zijn, worden ze ook gedesensibiliseerd. Dat doen ze dan weten, bijvoorbeeld iemand is allergisch voor nootjes. Nootjes. Ja. En dan zetten ze die persoon in de hoek van een ruimte. En dan komen er 3 verplegers en die gooien er dan pinda's om te kijken. En wanneer die blauw wordt. Ik weet niet of het waar is. Ik had het over sensibiliseren. En sensibiliseren, weet je nog, een jaar geleden... kwam die hele toeslagenaffaire waar ik het over had. De schande van Nederland. Die kwam naar boven. En simpel gezegd hebben wij in Nederland een regering. Die hebben we al lang. Misschien kent u de leider. Dat is Mark Rutte. Ik had hem net nog ge-sms'd, maar helaas is die sms ergens... Die heeft hij real-time gearchiveerd. En Mark Rutte is de leider. En ik praat wel eens over Mark Rutte, want hij is onze leider al heel lang. Echt al heel lang. En ik spreek vaak mensen die denken dat Mark Rutte op een bepaald moment weg zal gaan. Dat is niet het geval. Dat moet ik u toch... Nee. Laten we die teleurstelling gewoon samen delen. Mark Rutte gaat nooit meer weg. Als u denkt bij Rutte 6 of Rutte 8 of Rutte 10 stopt hij ermee. Nee, die gaat nooit meer weg. Dus kunt u daarop instellen. Mark Rutte is een beetje als een vlek in je favoriete trui. Of platjes, allemaal gelang uw niveau. Dat maakt mij niet uit. Oké, doen we platjes. U begrijpt wat ik bedoel, hè? Mark Rutte gaat nooit meer weg. Oké, weet u dat? En Mark Rutte zet de lijnen uit. En Mark Rutte is een man die denkt oprecht... als je 4 keer nieuwe bestuurscultuur zegt... dan ben je er wel zo'n beetje. Dat is wat het is. Oké, wat er gebeurd is, toeslagenaffaire. Rutte was natuurlijk mede verantwoordelijk in het kabinet. Toen waren er een aantal parlementariërs. Parlement kent u. Parlement is het belangrijkste orgaan. Die controleren de macht namens u en mij. Het parlement ging controleren. Althans, er waren een paar parlementariërs die hadden besloten... we gaan ons werk echt serieus doen. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Dus ik heb het over Farid Azarkan en over Renske Leijten en over Pieter Omtzigt. En die gingen hun werk doen. Die gingen namelijk controleren. Wat is de regering aan het doen namens ons? En die deden hun werk dusdanig dat het een beetje lastig werd. Dus op een paar moment dacht Rutte, oké, weet je wel, nu weer door. Appel in je bek, wegfietsen, klaar. Nee, ze deden hun werk. Ze deden hun werk. En dat werd pijnlijk. En toen op een paar moment ging het vooral over Omtzigt. Pieter Omtzigt, die moest worden gesensibiliseerd. En die term betekende feitelijk uitschakelen. Sensibiliseren. Ze hebben eerst nog gekeken of hij allergisch was voor nootjes. Dat bleek niet te werken. Dus toen dachten ze, we moeten hem sensibiliseren. Dat betekende eigenlijk Omtzigt moet zijn bek houden. En anders, afijn, functie elders. Dan werd hij, weet ik veel, ambassadeur op Spitsbergen. Ja? Dus dat is wat het was. Een parlementariër namens u werd in dit land uitgeschakeld door de zittende macht. U kijkt maar aan, is dat erg? Dat is erg. We kennen dat van Europese landen niet zo heel ver hier vandaan, maar het gebeurt in Nederland. Oké, dus Omtzigt moest worden gesensibiliseerd. Toen ging het erom wie van het kabinet waren daarbij betrokken. Dat is belangrijk, lijkt mij, toch? Misschien wil je ooit op ze stemmen, toch? Nou, die is overal bij betrokken, maar die was een week later alweer vergeten. Anderen in het kabinet, nou, dat Cora van Nieuwenhuizen, ook wel de dochter van Satan daarbij betrokken was. Dat lijkt me volstrekt logisch, haar laatste project was de sneltram naar Nieuwegein, dus dat lijkt me volstrekt duidelijk. Maar andere vragen waren van belang. Ik denk dat een aantal van u misschien wel velen D66 hebben gestemd vanwege Sigrid Kaag. U kent Sigrid Kaag van Dans op tafel. Sigrid Kaag van Nieuw Leiderschap. Ik vind het wel vrij belangrijk om te weten of Sigrid Kaag betrokken was bij het uitschakelen van een parlementariër. Vind ik wel belangrijk. En toen kwamen er notulen van een vergadering. En het was een beetje onduidelijk. Toen zei Sigrid Kaag letterlijk over die bepalende vergadering in maart. Zei Sigrid Kaag letterlijk. Weet je, dat ze, of ik erbij was, was een beetje onduidelijk. Ik denk, hallo, het gaat om de macht. En het controleren daarvan. Het gaat om mensen als Omtzigt. Ja? Het gaat om mensen die een dissenting voice zijn. Een dissenting voice is een stem die er tegenin gaat. Als jij de macht hebt in een land, in een bedrijf, wat dan ook, heb je dissenting voices nodig. Als je echt verandering wil. Ik ben altijd voor de dissenting voice. Ik ben er niet voor dat ze tijdens de voorstelling mijn podium opkomen lopen. Dat vind ik in principe vrij ver gaan. Maar ik ben altijd voor de dissenting voice. Ga er tegenin als je echt verandering wil. Dat is wat het is. Ja, en Sigrid Kaag zei, ja, of ik aanwezig was met dit en met dat. Toen zei ze letterlijk de volgende zin, misschien weet je het nog. Letterlijk zei Sigrid Kaag over die ene vergadering de volgende zin. Ik weet niet zeker of ik toen wel fysiek aanwezig was. En dat is een fucking goede zin, jongens. Sigrid Kaag, die op geen enkele manier elitair is, die zei letterlijk, ik weet niet zeker of ik toen wel fysiek aanwezig was. En u hoort aan mij, ik vind het een mooie zin. Ik zal uitleggen waarom. Ik heb hem zelf in mijn leven ook een aantal keren gebruikt, die zin. Ik heb zelf ook een aantal keren in mijn leven wat problemen gehad, dat weet u wellicht. En als het dan uitkwam, dan zei ik, ja, het is wel gebeurd,
Maar ik weet niet zeker of ik toen wel fysiek aanwezig was. Maar ja, goed, dan komt zo'n DNA-test komt dan terug. En dan blijken het toch meestal wel jouw kinderen te zijn, kan ik u verzekeren. Ik wou dat er weer eens wat gebeurde. Die ene meneer van die ene partij is boos op, hoe heet die mevrouw? De voorzitter sust, waarna heel die meneer uitstraalt, wat maak je me nou? Actie, reactie, one-liner, quote, emotie vult het gebouw. En morgen verwacht ik een kop in het AD en een stukje duiding in Trouw. Je bent aan het woord, je hebt zelfs argumenten, maar niemand luistert naar jou. Het heet een debat, het is een toneelstuk, wie scoort en drijft wie in het nauw. De woorden zijn sleets, al zo vaak gehoord, aan de muur oogt de driekleur wat grauw. En de mensen om wie het zou gaan, naar verluid, staan nog net zo hard in de kou. Ik wou dat er weer eens wat gebeurde. Precies dat. Dat er echt wat gebeurde. Ja toch? Ergens in China werd iemand besmet, wij leerden het woord pandemie. Hugo en Mark straalden uit, het komt goed, ik begrijp nu, dat was strategie. De zorg kreeg applaus, daarna code zwart, soms weet ik echt niet wat ik zie. Nog één keer een naald in een arm in het journaal, dan heb ik een prikfobie. Ook zien wij de virusontkenner in beeld, samengevat geen genie. De massa wil feest, heeft smaak in muziek, nog kennis van virologie. Een terras is voor mij een plek in de wind en 10 euro voor één broodje brie. Maar als iedereen gommert en disselt en kuipert, rest slechts één cacophonie. Ik wou dat er weer eens wat gebeurde. Je zou willen dat er eindelijk echt wat gebeurde. Echt wat gebeurde. Iets van verandering. Het voelt lang geleden, de zalen zo vol, de hartslag van mensen, de lach. De beats, de lichten, het dansen steeds dichter, omdat haar blik zegt, het mag. De opa of oma, de afspraak, de prik, het voelt als bevrijdingsdag. Omdat dan het kleinkind weer echt heel dichtbij, emoties die ik nooit zag. Ik wou dat er weer eens wat gebeurde. Je wilt dat er wat verandert, maar hoe dan? Ik kom daar nog op terug. Een terras is veel meer dan een plek in de wind. De drank smeert je hart, je keel. Je hoort de gesprekken en dus ergens bij. Het voelt als een groter geheel. Mens ben je dankzij de ander. Dus is de ander van jou ook een deel. Dat zomaar ontmoeten, dat mogen, niks moeten, dan vragen we toch niet te veel. Stel je wil verandering en je wil verandering, wat dan? Echt wat. Als je verandering wil, moet je je inzetten voor verandering. Anders gebeurt er niks. Echt niet. Je kan lekker onderuit gaan zitten twitteren. Gaat niks veranderen, jongens. Gaat helemaal niks veranderen. Hè? Als je verandering wil, moet je je inzetten voor verandering. In je straat, in je buurt, in je stad, overal waar je bent. Als je echt verandering wil, zet je je in voor verandering. En dan denk je over 3-4 maanden, fuck it. De revolutie is begonnen in de kom in Nieuwegein. No pasera. Prachtig, u krijgt zoveel extra vanavond. Dat was Noah. Noah speelt vanavond ook om niet. Heb ik er overigens niet van tevoren verteld, want dan komt ze niet. Ja, zo blij om hier te zijn. Ik probeer die 2 jaar af te sluiten. Die 2 jaar van pandemie en maatregelen en al die shit die we gehad hebben. Ik weet niet of de naam Hugo de Jong al gevallen is. Ik geloof het wel. En Hugo de Jong is natuurlijk de man waar we 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar mee te maken hadden gehad. En Hugo de Jong was een man van de beeldspraken, weet je ook nog, van de beeldspraken. De ene keer was het een dashboard, de andere keer een olietanker, de andere keer een achteruitkijkspiegel. En daarna wilde je dood. En Hugo de Jong was van de beeldspraken. En er is eentje die ik onthouden heb. Was net na de zomer vorig jaar. Was een van de persco. En toen heeft Hugo de Jong een zin uitgesproken waarvan je denkt ik verzin hem. Maar dat is echt waar. Hugo de Jong zei op de persco, ik denk eind augustus, begin september, zei hij letterlijk de volgende zin. Hugo zei, het omslagmoment van de coronamaatregelen is natuurlijk niet met een schaartje bij te knippen. Ik zeg het gewoon nog een keer. Hij zei dus letterlijk, het omslagmoment van de coronamaatregelen is natuurlijk niet
Enfin, dat was het moment dat Irma dacht, nou, hier begin ik gewoon niet aan. Dit gaan we gewoon niet doen. Dit gaan we de doven en slechthorenden van Nederland niet aandoen. Wat ook weer mooi is, toch? Dat is fascinerende tijd. Natuurlijk heel veel veranderd. Ik zal nog één moment terughalen van iets eerder. Op een paar momenten kwamen de vaccins. Het hele vorig jaar ging over jongens de vaccins komen. En toen kwamen ze, toen werden ze uitgerold. Wat ik zelf jammer vond. Ik zou zeggen, rams in hun arm. Nee, eerst gingen ze ze uitrollen. Had je weer 6 weken achterstand. Maar goed, uiteindelijk in maart gingen we ook echt vaccineren. En ja, we begonnen natuurlijk, dat begrijpt u, bij kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen. Dat is 5 lettergrepen voor oud. En die hadden een zware tijd. Überhaupt natuurlijk, altijd, omdat je oud bent en kwetsbaar. En maart vorig jaar waren de verkiezingen, weet u nog, democratie. En dat hadden ze voor de kwetsbare mensen, hadden ze een nieuw systeem bedacht. Dat was stemmen per brief. Dat is een van de perfect uitgevoerde ideeën van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Even heel simpel, als u zelf niet oud bent. Mensen die kwetsbaar waren en oud mochten stemmen per brief. Dat was een heel simpel systeem bedacht. Je kreeg een stempas opgestuurd en een stembiljet. En een envelop en nog een envelop. Het systeem was heel simpel. Je deed het stembiljet in de envelop. En daarna deed je die envelop met de stempas in een andere envelop. Nou goed, de meeste oude mensen vonden dat echt, ja, zonde van de enveloppen. Dus die deed je gewoon alles in 1 envelop. En bewaarde de andere envelop voor een kaartje aan de kleindochter. Die dus 3 dagen later een envelop kreeg van de Nederlandse stemautoriteit. Met een trillend kaartje van oma, groeten uit Vianen. Dus zo hebben veel oudere mensen gestemd. Het goede nieuws was dat het CDA daardoor heel veel zetels kwijtraakte. Nou, wat mij om gaat... Ik voel de spanning. Maar daar gaat het nu even niet om, hè. Even terug naar mijn verhaal. Ja, het was zomer, jongens. Ik denk dat het eind juni, begin juli, misschien weet je het nog, toen waren er beloftes. Want heel veel mensen waren gevaccineerd en we zouden weer los mogen. Afgelopen zomer, weet je nog, de slutty summer. Als ik nog 1 keer slutty summer zeg, denkt de eerste rij, what the fuck, vriend. De slutty summer, ja toch? Was ons beloofd, toch? De term was dansen met Jansen. Nou, mij was niks gevraagd, kan ik u verzekeren. Ja? En de slutty summer, u kijkt maar, wat was het ook alweer? We zouden weer losgaan, toch? Want we waren gevaccineerd en we waren veilig en we konden dansen, want de festivals gingen open. En drugs zijn altijd ruim voorhanden. En iedereen had behoefte aan seks met iemand die ze niet net 6 maanden in lockdown hadden gezeten. Ja? Dat was de slutty summer. Duurde fucking 9 dagen. Na 9 dagen, festivals dicht, drugs op en de seks viel ook tegen. Mag ik het zo samenvatten? En binnen een kwartier, hè? Dit is mijn favoriete grap vanavond, dames en heren. Omdat ik weet dat een goed betaalde technica 15 minuten lang zo heeft gestaan. Totdat Elko zei, ja nu, dit is het. Ze heeft godverdomme ook nog mijn vergiet gemoerd. Dit is gewoon stuk, hè? Kostenplaatje. Waar het om gaat is, het was toch beloofd, seks en drugs en rock'n'roll. Fuck it, man, na 10 dagen alles voorbij. Dat was wat mij betreft de slutty summer, de Nunspeet edition. Mag ik het zo samenvatten? En ik had het ook zwaar, had ik al verteld, man. Ik kon niet spelen of wel spelen of 30 mannen, of weet ik voor wat. Weet je. En dus mijn leven veranderde ook, weet je. En toen was het half oktober, eind oktober. En toen voelde ik, ja, de volgende lockdown komt er weer aan. Ik wil spelen, maar het mag niet, weet je. En toen heb ik besloten, misschien weet u het nog, eind oktober heb ik besloten om een hele, ja, nieuwe carrière switch. Ik ben natuurlijk al, ja, 33 jaar cabaretier, comedian. Ik speel overal met veel plezier. En toen eind oktober dacht ik, ga het helemaal anders doen, want de theaters gaan weer dicht en ik mag helemaal niks in dit land. En toen heb ik besloten vanaf eind oktober om verder te gaan als spiritueel en religieus leider. Dat is het moment dat ik, ja, werd omgedoopt in de heilige Jodolphus. En u bent niet meer mijn publiek, maar mijn volgelingen. Welkom, broeders en zusters. Ik ben blij dat u er bent. Voor de duidelijkheid, ik ben de heilige Jodolphus. Ik heb, ja, in principe mensen achter mij. U vraagt zich af waarom ik dat deed. Omdat ik heel veel overeenkomsten zag tussen religie en de cultuursector. Alleen religie mag alles en de cultuursector moest steeds dicht. Toen dacht ik, fuck you, ik word religieus leider. De heilige Jodolphus. Een paar brandende braambossen, een paar broden, een beetje humus en door. Ja, toch. En ik ben niet zo'n jongen die gaat opscheppen. Ik ben niet gaan hardlopen over het water. Ik ben gewoon langs het water gaan trainen. Maar in principe... Ik praat ook nauwelijks over mijn vader. Ik heb 2 maanden lang laten kinderen tot mij komen volgehouden. Toen kreeg ik justitie achter me aan. Waar het mij om gaat... Dank u wel. Ik ben ook geen strenge leider. Ik heb geen spreadsheet aangeboden. U moet gewoon lief zijn voor elkaar. Een beetje medemenselijk. Een beetje aandacht aan mensen die het nodig hebben. En als u echt zondigt, hoeft u niet naar de hel. Dan moet u gewoon verplicht alle afleveringen van Ongehoord Nieuws van Ongehoord Nederlands
achter elkaar terugkijken met een balletje in uw mond. Wat ik wou zeggen... Ik ben nu spiritueel leider. Ik voel heel veel genegenheid ook van uw kant. Mensen vragen mij, Dolle, van weet je het? Omdat er overeenkomsten zijn tussen de cultuursector en de religieuze sector. Wij houden van grote gebouwen. Er komen heel veel mensen tezamen. Mensen op zoek naar troost, op zoek naar een lach, op zoek naar goede verhalen, op zoek naar inspiratie. En een andere overeenkomst is natuurlijk de losse seksuele moraal in beide sectoren. Ik ben zelf Rooms-Katholiek opgevoed. Ik ben één keer in mijn leven misdienaar geweest. Dat is ook de dag dat ik hardloper ben geworden. Afijn. Zo heb ik als de heilige Jodolfus heb ik het land rondgetrokken op mijn Sinai-sandalen. Maar op een bepaald moment was het tweede week november. En toen bleek mijn vriendin en collega Claudia ook als spiritueel leider verder te gaan. En dat is voor mij natuurlijk kut, want die vult toch grotere zalen en maakt mooiere liedjes. U voelt wat ik bedoel. Ik ben gewoon doorgezet. Weet je, ik laat me niet kennen. En toen een maand of twee geleden overkwam mij iets wat echt mooi was. Ik ben twee maanden geleden de plaatsvervanger van God op aarde tegengekomen. Dat is Louis van Gaal. En u kent Louis van Gaal. Louis van Gaal is de bondscoach. Althans, we zijn allemaal bondscoach, maar hij wordt ervoor betaald. En Louis van Gaal kwam ik tegen. Ruim twee maanden geleden, misschien zag u de beelden. Ik was in Tialf, dat is in Heerenveen. Tialf is een ijstempel. Tialf, daar wordt geschaatst en daar werd op die dag ook gesproken. Eerbetoon aan Irene Wüst en Sven Kramer. Ik had de eer om daarbij te mogen zijn. En ik was dus in Tialf, ik zal het beschrijven. Tialf is een ijstempel in Heerenveen, gevuld met 16.000 Friezen en de bijbehorende sfeer. Mijn enige optreden ooit met ijspegels aan mijn tepels. Maar wel een rondje 33. En ik, dat was vroeger heel snel. Wat mij om gaat is, ik heb toen Louis van Gaal gesproken. Want ik mocht spreken voor Irene Wüst, dat was een grote eer, laat dat duidelijk zijn. En ook Louis van Gaal heeft gesproken. Misschien zag u de beelden op tv, u heeft hem niet verstaan. Dat kwam net voor zijn toespraak, zag ik die plug. Ik denk, ik trek hem gewoon uit, eens kijken wat het dan... Laat ik het zo zeggen, ik was niet betrokken, maar ik had wel betrokkenheid. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Maar voor de duidelijkheid, Louis wist dat niet. Louis is een leuke man. Ik mag Louis zeggen, hij luistert toch niet. Nee, Louis van Gaal is een leuke man. Ik zeg natuurlijk meneer van Gaal. En meneer van Gaal is de bondscoach. En u weet allemaal, of weet u misschien niet, we gaan einde van dit jaar gaan we naar Qatar. Qatar is een van de belangrijkste voetballanden van de wereld. En daar gaan wij... Daar gaan wij voetballen. Dat is heel belangrijk, want we hebben ons geplaatst en pool en shit. Belangrijk, maar er is heel veel discussie ook hier over het systeem. Belangrijk welk systeem je speelt. En ik heb met meneer Van Gaal gepraat. Ik moet u vertellen, ik weet nauwelijks iets van voetbal. Ik weet bijna niks van voetbal. Dus ik zou bij RTL 7 zonder moeite als analist kunnen aanschuiven. En ik sta dus gewoon te praten met de bondscoach in de catacomben van Tialf. Ja? En toen zei ik, meneer Van Gaal, mag ik iets zeggen over het systeem? Hij zei, Dolf, ik ben echt geïnteresseerd. Ja? Ik zeg, wat mij betreft, meneer Van Gaal, geen 5-3-2, meneer Van Gaal. Wat mij betreft geen wingbacks en Hollandse school, allemaal achterhaald. En toen zei hij, Dolf, wat stel jij voor? Hij trok zijn notitieblokje tevoorschijn. Hij zei, Dolf, wat stel jij voor? Ik zeg, wat mij betreft spelen we in Qatar 4-3-4. 4-3-4. Want dan heb je een man extra. De kans dat ze dat natellen is minimaal, minimaal. En mochten ze het wel natellen, geef je gewoon Infantino van de FIFA 1 miljoen in een bruine envelop. En dan vindt hij alles goed. Dat is het mooie van de FIFA, dames en heren. Hij was echt geïnteresseerd. Hij zei, Dolf, wat een goed idee. Heb je nog meer ideeën? Ik zeg, ja, zeker wel, meneer Van Gaal. Ik heb naar de selectie gekeken. Ik stel voor om Quincy Promes weer in de selectie op te nemen. Want die is messcherp, momenteel. Die is messcherp, die moet je opnemen. Weet je wel. En die is gewend om te voetballen in een dictatuur. Dat lijkt me echt een win-win situatie, toch? Dan zeg ik, breng ze in de war de tegenstanders. Zet naast u als assistent bondscoach Ali B neer. Dat ze denken, what the fuck, Ali B? Ja, toch? En vraag Marco B voor het volkslied. Dan gebeurt er wat, toch? Goeie. Little Kleine rijdt de bus van de tegenstander. De kans dat ze daar nog levend uitkomen is minimaal. En dan Mark Overmars voor de foto's. Dus ik dacht, ja, dat lijkt wel een... Toch? En toen zei hij, hebben we nog iemand voor de sfeerverlichting? Ik zeg, nou ja, Johan Derks met een paar kaarsen. Ja, we kijken wel. Ik heb echt een leuke avond, jongens. Echt waar. Ik zal u uitleggen waarom. Ik sta al een uur te spelen en er is nog niemand opgekomen om me op mijn bek te slaan. Dat is als comedian is dat echt een goede avond, hoor. Ik heb me verdiept in die vaccinaties. Vorig jaar speelde ik heel veel. Ik kreeg vaak discussie over mensen, weet je. Ik had de zalen vol en zo. En iedereen was dan gevaccineerd. Althans, je moest gevaccineerd zijn. En mensen vonden dat heel erg. Van, ja, je laat anderen niet toe. Kon ik niks aan doen. Dus iedereen was of gevaccineerd of had een QR-code aangeschaft. En dan kon je gewoon naar het theater. Dat was hartstikke goed, weet je. Volle zalen. En
Maar er was wel discussie over vaccin, ja of nee. Ik ga het nu niet meer vragen, want het is gewoon een keuze die je maakte. Maar ik heb op een paar moment wel die afweging gemaakt. Ik zal even heel simpel zeggen. Op een paar moment kwam er dus een virus met een ziekte. En van die ziekte ging je dood. Dat is een beetje een ernstige ziekte, daar kon je doodgaan. Dat was de ene kant van de afweging. En de andere kant was, je kan ook een vaccin nemen en dan ga je niet dood. Ja, ik vond zelf de afweging niet zo heel erg ingewikkeld op de een of andere manier. Maar goed, er zijn natuurlijk mensen die daar anders over denken. Ik smeer me ook elke avond voor de voorstelling in met zonnebrand. Gewoon om ze te fokken. Weet je, ze staan helemaal voor overal gewoon. Voel je wat ik bedoel? Dus die afweging vond ik vrij simpel. Maar er was discussie, begrijp ik ook. En mensen maakten zich zorgen en dit en dat. Oké, één moment. Ik had het over oudere mensen. Ja? Kwetsbare mensen. Toen was het maart, april en er werd massaal bam, bam, bam gevaccineerd. En toen bleek, en dat is echt wel serieus, dat AstraZeneca, een van de mogelijke vaccins, AstraZeneca kon gevaarlijk zijn voor de oudere medemens. En ik kan me zo voorstellen, als je wat ouder bent en je wil eindelijk je kleinkinderen weer zien en alles, en je bent misschien wel uitgeloot voor AstraZeneca, dat je je zorgen maakt. En het was echt serieus, hè? Maart vorig jaar, serieus. Een paar moment, ik lees de Volkskrant, stuk, echt zo'n stuk, met mogelijke gevaarlijke bijwerkingen van AstraZeneca. Ik lees dat, ik schrik. Zelfs de dag op Twitter, een vrouw die schrijft, hoera, mijn man krijgt AstraZeneca. Ja. Dat zegt zoveel over zo'n relatie, jongens. Dat is echt fascinerend. En je voelt ook wel, er zijn mensen die hebben behoefte aan een rustmomentje en niet iedereen kan mediteren. Dus ik wil het even doen. Ik wil u even meenemen naar een mooie Pinksterdag. Een mooie Pinksterdag. En een deel van u denkt nu, ah, op een mooie Pinksterdag. Elk moment kan Annie M. G. Schmid worden opgerold. Toch? Andere mensen denken, een mooie Pinksterdag. Elk moment kan de Heilige Geest over Dolf worden uitgestort. Ik kan u verzekeren, van beide zal geen sprake zijn. Ik neem u mee naar een mooie Pinksterdag, vorig jaar de tweede. Tweede Pinksterdag. Waar bevinden wij ons? Ik bevind mij in Amsterdam Zuidoost. Dat is een wijk van Amsterdam, een beetje aan de zuidoostkant. Ik hoef u niks uit te leggen, dat is zo heerlijk. Zo heerlijk. Ik ben in Amsterdam Zuidoost, kent u misschien van naam, een leuke wijk. En ik ben op een plein, op een vrij langgerekt plein. Echt een tyfus langgerekt plein. En u kent dat plein misschien niet, misschien wel. Maar de sfeer van het plein is, ik weet niet of u wel eens in Minsk bent geweest. Minsk, Wit-Rusland. Nou, daar hebben ze een aantal van die executiepleinen. Het is een beetje die sfeer is dat. Alleen wij hebben dan een aantal fastfood mogelijkheden aan toegevoegd. Omdat er altijd mensen zijn die vinden het fijn om er wat te knabbelen bij te hebben. Okay. Dus dat is de sfeer. En langgerekt plein, daar is een station, daar een muziekhal, daar een stadion. En daar aan het begin van het plein of het einde heb je een vrij grote elektronica winkel. Felrode elektronica winkel. En die zou u kunnen kennen, want die hebben jarenlang geadverteerd met ik ben toch niet gek? Dat was de catchphrase. Ik ben toch niet gek? Maar goed, iedereen die in de GGZ werkzaam is, die weet als ze dat eenmaal gaan schreeuwen, wordt het echt tijd voor een gedwongen opname. Ik kijk me nu aan, Dolf, waarom ben jij daar? Ga ik u uitleggen? Op dat plein waar ik ben, bevindt zich een vaccinatielocatie. Een zogenaamde COVID-afwerkplek. En daar moest ik zijn, want ik wilde een vaccin. Ik heb uitgelegd waarom ik een vaccin wilde. Ik loop die hal binnen, het was een hal. Een beetje de sfeer van een Bulgaarse parkeergarage. En daar stond een rij. Ik ga het gelijk vertellen, er stond een vrij lange rij. Er stond echt een tyfuslange rij. En ik schrok daarvan. Ik leg u even heel kort uit waarom. Ik ben Dolf. Ik toer al 33 jaar. Ik heb een aantal talenten. Waarvan de meeste nog in ontwikkeling. Ja. Dit is een volstrekt onnodige lach. Ik heb een aantal talenten waarvan de meeste nog in ontwikkeling. Maar wachten hoort daar niet bij. Ik kan bijna alles, maar ik kan niet wachten. Mijn maximale wachten is 3 minuten, begin van de voorstelling, dan loop ik op en dan gaat het gebeuren, ja? Ik ga nooit ergens naartoe waar ik moet wachten. Als ik moet wachten, heb ik of een bandje, of een pasje, of ik hoor erbij, of ik ga naar huis. Dat is mijn keuzes, ja? Ik ga nergens wachten, ik kan niet wachten. Als ik praat over wachten, zoals nu, krijg ik al jeuk op plekken waar je in principe niet kan krabben. Dat is wat het is, hè? Ik kan gewoon niet wachten. Dat, ja, schuim op mijn bek. Ik kan gewoon niet wachten. Ik heb een aantal kinderen. Ik denk 2. Ha. Ik heb een aantal kinderen. Ja, die waren eerst zo, toen werden ze zo. Je doet er niks aan, werden ze zo. Ja? Mijn kinderen zijn nog nooit in een pretpark geweest. Nog nooit. En u begrijpt allemaal waarom. In een pretpark moet je wachten. Mijn kinderen hadden heel snel door. Houden van papa. Met hem naar een pretpark wordt geen leuke middag. Wordt voor niemand leuk. Maar dan ga je wachten. En nog eens een keer wachten, dan krijgt hij schuim op zijn bek en gaat hij krabbelen. En dan moeten we met die man in de fluoriserende rups. Nou, dat gaat even niet. U merkt wel, ik ben nog nooit in een pretpark geweest. Echt niet?
ik zei het net. Ik ben nooit in pretpark geweest. Ik zag daar een aantal mensen met medelijden kijken naar mijn kinderen. Flikker toch op. Mijn kinderen zijn heel goed terechtgekomen. Mijn kinderen zijn ondanks alles heel goed terechtgekomen. Althans, dat hoorde ik laatst van jeugdzorg. Dan ga ik er vanuit. Afijn, ik sta in de rij. Waarom sta ik in de rij? Ik moet een vaccin. Ik wil een vaccin. Ik stond in de rij voor de ID-check. Achteraf bleek de eerste ID-check. Op een bepaald moment, kwartier, anderhalve dag, ik heb geen idee, was ik aan de beurt. Ik haalde de eerste ID-check met de hakken over de sloot. Aansluitend kreeg ik, net als u allemaal, de uitgebreide lijst gezondheidsvragen. 3 pagina's met kwalen. En iedereen had vrij snel door, je moet gewoon overal nee. Gewoon nee, 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 nee. Gewoon 3 pagina's nee, dan kan je doorlopen. Dat is dus geen goed systeem. Daar moet minimaal 1 controlevraag tussen staan om te kijken of je al echt gelezen hebt. Wat ik een goede controlevraag zou vinden, is: heeft u bezwaar tegen overlijden binnen 48 uur na de vaccinatie? Nee? Een nog betere controlevraag zou ik vinden: heeft u er bezwaar tegen als we uw vaccinatie laten zetten door een stagiair? In de schaamstreek en op camera voor trainingsdoeleinden. Nee? Fascinerend! Ik kreeg trouwens 1 controlevraag. Ik verzin niks. Ik kreeg van die GGD'er 1 controlevraag. Hij zei: bent u echt niet zwanger? Ik denk: wat de fuck is dit alweer? Ik vertelde naar waarheid dat ik al 6 maanden geen seks had gehad en ik mocht doorlopen. Althans, hij zei letterlijk: volg de rode vlekken. Ik denk: wat de fuck? Hadden ze op die betonnen vloer elke 10 meter een grote rode vlek geplakt? Ik had het idee dat ik van bloedvlek naar bloedvlek naar bloedvlek liep. Onderweg naar een stapel stoffelijke resten van mensen die overal nee hadden ingevuld. Maar nee, ik kwam in een volgende hal. Die was nog groter. In de verre, verre verte zag ik 26 hokjes. Ik dacht: daar moet ik zijn. Maar eerst een rij. Au, au, au. Ik kreeg behoefte aan iets van medicatie. Dat is in Amsterdam-Zuidoost geen enkel probleem. Uiteindelijk was ik aan de beurt. Voor de 2e ID-check. Voor het geval je in de afgelopen 10 minuten van identiteit bent veranderd. Wat er gebeurt? Die man kijkt naar mijn ID. Hij kijkt naar mij. Hij kijkt naar mijn ID. En zei toen: je bent het echt. What the fuck moet ik daar nou weer mee? Ik heb het beaamd. Had ik spijt van. Ik had moeten zeggen: nee, ik ben Dirk Kuyt. Maar de 2e operatie is niet helemaal lekker gegaan. En dat Wesley Snijder dan zegt: wedden van wel, wedden van wel, wedden van wel. En dan leggen ze een wetje en dan moet Dirk naar het tankstation om die envelop met contanten op te halen. Mensen vroegen mij: waarom wil jij naar een vaccin? Omdat ik niet dood wil. En dan krijg je een vaccin en dan weet iedereen: daar zit een chip in. Dat lijkt me algemeen bekende informatie, toch? Niet. Oké. Okay. In het eerste vaccin zat een chip. En met die chip houden ze in de gaten waar je je bevindt. Er zijn mensen die vinden dat erg. Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Ik vind het heel prettig dat iemand bijhoudt waar ik mij bevind. Ik heb vrij drukke weken. Ik vind het fijn dat ik elke maandagochtend een uitdraai krijg van alle plekken waar ik ben geweest. Want dan kan ik een nota sturen. Behalve natuurlijk vanavond. Volgende zin. Een lieve dame ontvangt me in haar hokje. Die is echt waar, hè? Ik zat in hokje 1, natuurlijk. Je weet wie ik ben. Ik zat in hokje 1. En er was echt een lieve dame. En ja, u begrijpt misschien mijn situatie. Ik ben een man, ik ben vrij viriel en fysiek aangelegd. Ja, ik had 6 maanden geen seks gehad. En opeens bevond ik mij in een vrij klein afgesloten hokje met een lieve dame. Er was op dat moment 1 ding waaraan ik niet wilde denken. Er was 1 ding waaraan ik zeker niet wilde denken. Maar daardoor dacht ik alleen maar aan dat ene ding waaraan ik niet wilde denken. En u weet allemaal, als er 1 ding is waaraan je niet wilt denken, dan zoek je naar iets anders om aan te denken. Zodat je niet denkt aan dat ene ding waaraan je niet wilt denken. Maar daardoor denk je juist aan dat ene ding waaraan je niet wilt denken. Terwijl je wilt denken aan iets anders om niet te denken aan dat ene ding waaraan je niet wilt denken. Er is maar 1 oplossing: Thijs van de Brink. Dat is de enige oplossing, Thijs van de Brink. Dat trekt alles verder weg. Terwijl ik deze gedachtenstroom had, vroeg de lieve dame van de GGD: in welke arm wilt u de prik ontvangen? En ik realiseerde mij, ik had daar niet over nagedacht. Ik had me niet echt voorbereid. Ik denk, ik improviseer me er wel weer doorheen. En opeens denk ik, misschien maakt het wel uit.
Misschien maakt het wel uit in welke arm je de prik ontvangt. Toch, misschien maakt het uit voor de werking. Ik wist, er gaat een chip in. Ik wist, later krijg ik een tweede vaccinatie zonder chip. En daarna, de booster, die heeft weer wel een chip. Dus ik heb nu 2 chips in mijn lichaam. Goddank zijn ze compatible. Daar heb ik echt mazzel in. Mijn chips zijn compatible. Dat betekent dat als ik tegenwoordig in een winkel ben, ik moet betalen, hoef ik mijn voorhoofd nog maar op de pinautomaat te leggen. En dan heb ik al betaald. En vaak van iemand anders een rekening. Maar daar gaat het nu even niet om. Ik had geen idee. Maar ik realiseerde me wel, ze zei prik. En opeens realiseerde ik me, maar ik wil geen prik. Opeens in dat hokje realiseerde ik me, ik wil geen prik. Nee, natuurlijk wil ik geen prik. Een prik is auw. Ja, een prik is auw. En ik wil geen auw. Ik wil naar mama. En toen was hij al gezet. Ik had niet eens gemerkt. De prik was al gezet. Ze zijn goed, joh. En toen stroomde het vaccin mijn lichaam binnen. En dat voelde ik wel. Ik werd opeens warm van binnen. Ik voelde me volmaakt gelukkig. Ik was een beetje opgewonden en totaal relaxed. Ik had gewoon heroïne gekregen. Nee, dat was hokje 26. Daarna kreeg ik een pleister. Tyfus saai pleister. Mag ik het zo samenvatten? Een beige pleister. Vond ik saai. Vond ik ook jammer. Maak het leuker. Vind ik echt, hoor. Als er weer een vaccinronde aankomt, maak het leuker. Toch, doe een leuk... Toch een leuk pleister. Doe een pleister van, kom, hoe heet die kale? Ernst Kuipers met een SM-masker. Dan wil iedereen een vaccinatie. Toch. Of zeg tegen die mensen uit Urk, je mag gewoon in uniform komen. Toch. Nou, dan weten we allemaal welke arm ze kiezen. Nou, wat mij omgaat. Ik kreeg een pleister. Beige. Ik ging naar een wachtruimte. Daar was ik nog nooit in mijn leven geweest. Ik bevond mij in een wachtruimte. Vrij grote ruimte, met 150 stoelen. En daar moest je een kwartier wachten. Maar dat kwartier mocht je zelf in de gaten houden. Dit, dames en heren, is vrijheid. Maar je deed het wel, natuurlijk deed je het wel. Je moest wachten op een stoel, ik ging zitten op een stoel, die zat echt kut. Die stoel zat echt kut. Ik ga u nog sterker vertellen, al die 150 stoelen zaten allemaal kut. U kijkt me aan, hoe weet je dat? Ik heb ze gewoon allemaal geprobeerd. Ik zit aan de rand van het autistische spectrum. Ik denk, ja, misschien zit die wel beter. Oh, kut. Deze stoelen waren alleen goed nieuws voor de fysiotherapeuten in de regio. En dan is het een kwartier lang, dames en heren. Je zit een kwartier lang op een stoel die langzaam je wervels in een andere volgorde legt. Je zit te kijken naar de langzaamste klok uit de geschiedenis van de mensheid. Terwijl uit de helaas goed werkende geluidsinstallatie de stem klinkt van René Vroeger. Van de cd René Vroeger zingt Frank Sinatra. Tussen haakjes, de erve Sinatra, vraag of hij daar onmiddellijk mee op wil houden. Dan duurt een kwartier heel lang. Uiteindelijk kwam ik buiten en toen realiseerde ik mij het volgende. Wat ik deed, afgelopen jaar 3 keer, is aan de leiband van de autoriteiten lopen. Wat ik deed, is doen wat Rutte van me wil en Hugo de Jonge en fucking Van Dissel. Ik deed het. Ja? En voor mij is dat schokkend, ik leg u uit waarom. Ik toer nu bijna 34 jaar, ik heb elke avond een grote bek over de macht en over de politiek en over je eigen rol. Ik heb een column op Radio 1. Elke week weer met mijn linkse bek. Ja? Dat is wat ik doe. Ik stam af van een Ierse opa. Maar ik ben half Iers. Mijn Ierse opa heeft ruim 100 jaar geleden hoogstpersoonlijk die Britten van bijna het hele eiland weten af te trappen. Dat is waar ik van het voortkom. En deze jongen loopt nu aan de leiband van de autoriteiten en laat ze fucking vaccin zetten. Ik schrok er echt van. Dat meen ik serieus. Ik schrok ervan. Dat is ook goed nieuws. Omdat ik 3 keer ben gevaccineerd, mag ik van het RIVM ook deze avond weer spelen zonder mondkapje. En ik kan u verzekeren dat de verstaanbaarheid heel erg ten goede komt. Dat is echt wel een duidelijk puntje. Do it now.
weg om te gaan. Geen weg om te gaan. Waar is dit het eind? Waar begin ik aan? Zet ik mezelf op twee? We moeten stoppen om door te gaan. Of neem je mij? Teken van woorden, toch sta ik alleen. Noah! Ik krijg jullie er allemaal bij op deze prachtige avond. Ik wil nog enige dingen van jullie weten, want ik vind het interessant om te kijken hoe jullie die afgelopen 2 jaar zijn doorgekomen. Er was één moment of een aantal momenten dat we avondklok kregen. Avondklok weet je misschien nog. En ik probeer even heel simpel jullie situatie te schetsen. Ik denk dat velen van u werk hebben, denk ik. Gelukkig. Ja, ik heb geen idee. En de belangrijkste reden om werk te hebben is natuurlijk dat je lekker elke dag naar je werk kan. Dat is de belangrijkste reden. En dan moest je op een paar moment thuiswerken bijvoorbeeld. Thuiswerken. Dus dat betekende dat je thuis werkte. En dat was voor vrij veel mensen best schokkend, want heel veel mensen bleken een partner te hebben. Partner. Waar je normaal vrij weinig van merkte. Want die was ook lekker aan het werk. Die bleek ook thuis te werken. Dan heb je maar 1 keukentafel, krijg je grensconflicten, kent u allemaal. Je voelt de spanning oplopen. En daarbovenop kwam dat velen van u ook kinderen bleken te hebben. Kinderen waar je normaal helemaal geen last van had. Want door de week was jij aan het werk, in het weekend hingen zij aan het lachgas. Dat is toch een beetje de verdeling die we met Grapperhaus hebben afgesproken. Dus opeens was alles samen in die prachtige woning die u hier heeft. Dat is natuurlijk zwaar, weet je wel. Ja, normaal gesproken denk je, ik pak de sneltram. Nee, wat ik wou zeggen is, je voelt de spanning oplopen. Toch, je voelt de spanning oplopen. En dan is er een moment, dat is logisch, dat je denkt, ik moet er even uit nu. Ik moet er even uit, toch? Dat is meestal rond 8-9 uur 's avonds. Denk je, ik moet er even uit, anders sla ik de partner dood met een liter fles extra vierge olijfolie. Dat is gewoon wat het is. En dat is het moment dat de avondklok inging, dus je kon niet weg. En wat ik merkte de afgelopen 2 jaar, ik heb veel gespeeld, weet je al, veel gespeeld. Heel veel mensen kwamen er onderuit. Dat vond ik ook wel slim. Mensen hadden weer, dat is typisch Nederland, toch van ideetjes. Er waren bijvoorbeeld mensen om voor te geven, die mochten niet naar buiten aan negenen. Die kochten dan op Marktplaats, kochten ze een jas van thuisbezorgd.nl. Voordeel, je mocht naar buiten. Nadeel, je zal nooit meer neuken. Maar u begrijpt wat ik bedoel, toch? Fascinerend. Er waren ook vrouwen, die liepen over straat, maar die zeiden dan, ik zag net Dion Graus lopen. En dan mocht je door. Dat is gewoon duidelijk. Oké. Okay. Mijn vraag aan jullie is heel simpel. U bent met 600 mensen hier. Wat hebben jullie gedaan om toch naar buiten te mogen? Wat deed je om toch na 9 naar buiten te mogen? Hond, zegt u? Wat voor hond? Een labradoedel. Oh, dat hoor je niet vaak. Dat is echt een... Ik heb geen idee van honden. Dat lijkt me volstrekt duidelijk. U heeft een labradoedel. Oké. En dat was ook gepland. Want het klinkt mij als een kruising in de oren. Maar het is natuurlijk een kruising tussen een... en een tackle. Volstrekt duidelijk, oké. Okay. Ik weet evenveel van honden als van voetbal. Zullen we het daarop houden? Wat leuk, u heeft een labradoedel. Hoe heet die? Bo. Bo? Heet Bo. Bo de labradoedel. Vind ik hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Zijn er nog meer? Ik wist het niet. En dan mocht u legaal naar buiten natuurlijk. Om hem uit te laten. Briljant, lekker hoor. Mooi. Zijn er nog meer mensen met een hond? Ik vind het interessant. Mensen met een hond? Wat zegt u? Nog een keer? Nog een labradoedel. Oké, dat is wel de populaire hond in Nieuwegein. Samen. Hoe heet de uwe? Hoe? Guus. Oké, ik verstond Truus wat ik leuker vond, maar Guus ook goed. Heeft u hem vernoemd naar uw favoriete zanger? Of... Het lijkt me gewoon leuk met een labradoedel. Kedenkedeng, 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 kedenkedeng. Lijkt mij grappig. Dank u wel, wat leuk. Zijn er ook mensen met gewoon even een serieuze hond? Is goed hoor, maar kom op nou. Ik ben gewoon benieuwd. Met een hond, dat is waar. Hè? Als u zelf geen hond had, ik leg het zo uit. Met een hond mocht je naar buiten. Ook als hij Guus heet, dat maakt het niet uit. Wat voor hond heeft u nog? Een Engelse kokkerspaniel. Kijk, zo kan het ook. Een Engelse kokkerspaniel. Nu ben ik echt fucked, hè. Nu heb ik echt geen idee meer. Is dat ook een kruising? Nee, het is gewoon een Engelse kokkerspaniel. Daar wil niemand mee kruisen, begrijp ik uit alles.
Kunt u mij, ik ken, ja, de Labrador ken ik ook niet, maar hoe ziet een Engelse... Je hebt natuurlijk de Ierse Cocker Spaniel, je hebt de Welsh Cocker Spaniel, je hebt de Schotse Cocker Spaniel. Tuurlijk, en je hebt natuurlijk de Duitse Cocker Spaniel, maar hoe... Sorry, dat was een Duitse staander. Dat is mijn fout. Mijn fout. Kom op nou, hé. Hey. Dat is een hond met vier laarzen die gewoon op deze manier... Hoe ziet hij eruit? Ik ken hem niet. Hoe ziet een Engelse Cocker Spaniel eruit? Lijkt me leuk als hij lijkt op Boris Johnson. Met van dat haar voor... Hoe ziet hij eruit? De Engelse Cocker Spaniel. Rood haar. Lange oren. En een witte kaart. En een fucking carnavalshond. Het is gewoon rood haar. Het lijkt wel heel lastig als u in Engeland bent en u komt een vrouw tegen en je zegt well, do you want to see my cocker? En dat zal bedenken. Het lijkt me helemaal leuk als je een piemel hebt met rood haar, lange oren. Hoe ben ik hier terecht gekomen? Ja, door jou. Hoe heet de Engelse cocker spaniel? Blackie. Nee, jongens, in Nieuwegein kan dat gewoon. Hou op nou. Uit de vroegere rekening, die heette Whitey. En Whitey, ja, speelde een beetje de baas over Blackie. Dus die heeft hij doorverkocht aan de lijsttrekker van Forum. Andere honden nog, wat leuk, joh. We hebben Blackie, we hebben Bo, we hebben Guus. Goeie naam ook. Zijn er nog meer honden? Het is duidelijk een honden. Ik wist het niet, hè. Zijn er nog andere honden die ik niet ken? Wat zegt u? Tjoetjoe. Sorry, moest u niezen of is dat... Ik heb geen... Tjoetjoe. Wat is tjoetjoe? Is dat een hond of een naam? Ik heb echt geen idee nu, hè. Ik ben echt kwijt nu. Tjoetjoe. Tjoetjoe. Dat is een Koreaanse vechtsport, lul. Tjoetjoe, toch? Wat is tjoetjoe? Een kruising tussen... Een Maltese leeuwtje en een tjoetjoe. Nee. Nee. Dit vind ik echt funzig. Dit vind ik echt funzig. U kent hem altijd zo leeuw, dat is zo. De tjoetjoe is zo. Andersom is grappig. Zet je de leeuw neer, komt die... Toch, dat is grappig. Dat is grappig. De tjoetjoe. Dat is een huidziekte, man. Hou op nou. Hé, nog even over de Engelse cocker spaniel. Hoe vaak laat u hem uit? 3 keer per dag. Dat is redelijk, toch? Ik heb geen idee. En Bo? Ja, 3 keer. Ook 3 keer. Dat is normaal hier 3 keer. Dat is oké. Ik spreek ook als mensen die laten 4 keer uit, want die hebben ja, uitkering. ik laat de hond uitkering. Maar wat ik wou zeggen is, dus oké, 3 keer. Nog 1 vraag, dan hou ik op, weet ik niet. Waren er mensen die de hond wilden lenen? Nee, ik hoor hier een ja. U heeft een hond en die werd geleend. Wacht even, kom even bij. Nee, hij werd wel gevraagd. En wat voor hond heeft u? Ik moet even overleggen wat voor hond ze hebben. Hoe kan dat dan? Ze moeten aan hem vragen, wat voor hond hebben wij? Ze hebben hem uitgezocht bij het bankstel. Ja, die staat wel goed door. Ja, dan heb je geen idee. Je treft soms mensen, dan heb je kinderen, dan moeten ze overleggen hoeveel ook alweer. Dat zeg maar, hè. Maar dat ben ik dan. Wat voor hond is het? Een golden retriever. Dat is ook een hele spannende hond. Hoe heet die? Moos. Moos. Dat is een Joodse golden retriever. Die moet je nooit in 1 ruimte zetten met een Duitse staander, want dan krijg je gewoon, nee. Dan krijg je een hele andere film. Ik probeer een voorstelling te spelen, hè. Jullie zitten er echt doorheen, man. Dan kan ik toch nergens uitkomen. Goede verhalen. Waarom vertel ik het? Goede vraag. Nou, ga ik vertellen. Je hebt mensen met een hond, ook normale honden. En die mensen hebben een hond. Je hebt bijvoorbeeld een golden retriever. En die heet Moos, hartstikke leuk, weet je wel. En die laat je ook 3-4 keer per dag uit. Dat is oké. Maar er waren ook mensen die hebben geen hond. Dat is de rest van u. Die hadden geen hond. Maar die wilden er ook wel even uit na 9. En dan kreeg je het verschijnsel van de leenhond. De leenhond. En de leenhond betekende, je kende mensen met een golden retriever. Vond je wel een normale hond? Je denkt, ik ga niet met een cocker spaniel, dat ga ik niet doen. Dus ik ga met het dan. maar toch. Ik ben zo blij dat we hem vanavond niet opnemen. Oh, we nemen hem vanavond wel op. Ah. Wat ik wou zeggen is, als je een hond had, dan wilden andere mensen hem lenen. Dat is oké, tuurlijk, want dan konden andere mensen ook even uit na 9. Hartstikke goed. Maar, uit onderzoek van het RIVM blijkt nu dat de gemiddelde Nederlandse hond... werd 8 keer per dag uitgelaten. Die is kapot. Die kan niet meer.
De gemiddelde golden retriever zit op de vaste vloerbedekking en zegt, ik ben een poef. Die wil nergens meer heen. Ik heb zelf geen hond. Ik heb ooit een hond gehad, lang geleden had ik een hond. Lang geleden had ik een hond. Ik ben een loper, ik heb mijn leven hard gelopen. En ik loop meestal alleen vanwege mijn schema's en plekken waar ik ben en zo. Is oké. En soms denk je, het is toch wel leuk iemand om mee te lopen. Een jaar of 20, 25 geleden heb ik een hond gekocht. Hazenwindhond. Hazenwindhond. Een stukje typecasting. En ik had een hazenwindhond. En ik denk, ga lekker samen trainen. En na 3 weken zei hij, nou, ik stop ermee. Ja, na 3 weken zei hij, is me echt te veel dit. Dit slaat gewoon nergens op, Dolf. Stop ermee. Dus die is toen verhuisd naar Kenia. Die woont nu bij de familie Kipchoge. En die heeft gewoon een hele leuke... Hoe heette die? Joop. Het was een verzonnen hond, vriend. Ja, afgelopen jaar wilde ik ook wel trainen. Na 10, ik kon niet anders. Ik heb drukke dagen. Ja, wat ik dan deed, dat ga ik jou vertellen. Wat ik deed, ging ik na 9 of 10 toch trainen. Maar ik heb geen hond. Had ik een lege hondenriem. Ging ik gewoon trainen met een lege hondenriem. Liep ik gewoon zo. Liep ik gewoon mijn rondjes. Dan loop ik iets anders. Fucking vergiet. En dan was ik aan het trainen. En dan riep ik elke 2 kilometer. Fifi, Fifi. Toch? Want als je dan een boa tegenkwam, dan dacht hij, hij is Fifi kwijt. Hij dacht, als iemand thuis komt zonder Vivi, dan slaat zijn vrouw hem dood met een liter fles extra vierge olijfolie. Dat moeten wij zien te voorkomen. Dat is toch prachtig? Echt waar? Fascinerende verhalen, jongens. Dat meen ik serieus. Ik wil nog 1 vraag aan jullie stellen, als je het goed vindt. We zijn 2 jaar sluiten af. We hebben 2 jaar pandemie gehad en grote veranderingen. Thuiswerken, honden. Avondklok. Nog 1 vraag aan jullie stellen. Wat wil je achterlaten? Even die afgelopen 2 jaar. Er zijn allemaal dingen gebeurd. Ook wel goede veranderingen, weet je. Mensen zijn gaan mediteren. Zijn er nog andere... Nee, maar wat wil je achterlaten? Als je zegt van oké, je mag iets achterlaten wat je gewoon nooit meer terug wil van die afgelopen 2 jaar. Wat wil je achterlaten? Mondkapjes. Mondkapjes. Mag ik vragen, bent u brildragend? Ja. Dat dacht ik al. Dank u wel. Dames en heren, ik wil u op dit moment graag aandacht vragen voor een vergeten groep slachtoffers. Dat zijn de brildragenden. We hebben allemaal te maken gehad met mondkapjes, maar voor ons was het extra zwaar. Simpel gezegd, stel je bent brildragend en je reist normaal gesproken met openbaar vervoer. Is vanavond een beetje een raar verhaal, maar er zijn ook plekken in Nederland waar de tram wel rijdt. Dames en heren, mensen zoals ik, zoals u, brildragende, moeten vaak hollen om het openbaar vervoer te halen. Ik kan u verzekeren, dan beslaat de boel volledig. Ja? Met een mondkapje en een bril, je ziet niks meer. Simpel gezegd, ik heb vandaag voor het eerst in 2,5 jaar Nieuwegein weer gezien, dames en heren. En ik ben ook wel even geschrokken hier en daar, maar dat begrijpt u zelf ook wel. U heeft een prachtig stadhuis. Prachtig, mooi, toch? Andere dingen, wat wil je echt achterlaten? Zeg nou, dat wil ik gewoon nooit meer. Wat wil je echt achterlaten? Dichte scholen. Wat zegt u? Dichte scholen. Want u bent van het onderwijs? Nee, ik ben een moeder. U bent een moeder. Ja. Dat kan toch? En dus uw kinderen kregen thuis onderwijs? Of niet. Of niet. En moest u ze ook bijstaan? Ik moest werken. U moest werken. En u werkte niet thuis? Nee. Want u dacht, daar zijn de kinderen. Dat begrijp ik. Dat is heel zwaar. Nee, ik spreek wel eens ouders. En die moesten dan hun kinderen ondersteunen. En zelfs voor de meeste mensen in mijn publiek is basisonderwijs echt de max. Ik kan dat echt niet. Dat is wat het is. Dat is wat het is. Al die anderen gaan naar Jochem Meijer. Maar u begrijpt... U begrijpt wat ik bedoel, toch? En laatst, ik weet niet waar we waren, want ik vergeet elke avond behalve deze. Laatst speelden we ergens. En toen had ik achterin de zaal 2, 3 van die wat verveelde pubers, weet je wel. En die hadden dus ook heel veel online onderwijs gehad en die waren het volledig zat. En die met een van die omschreven, die zei, ja, we hebben 2 jaar lang op het scherm wiskunde gehad uit 2 neusgaten. En dat vond ik zo goed omschrijven. Het mooie van spelen is dat ik het kan hebben over de dingen die mij raken. Het gaat over de politiek, het gaat over de macht, het gaat over je eigen invloed, het gaat over de klimaatcrisis. Waar je allerlei dingen aan zou kunnen doen als je echt wil, weet je wel. Het zijn grote dingen die spelen. Er is een oorlog gaande die vreselijk is en waar je beelden van ziet die je niet kan geloven. Het leuke van spelen vind ik dat ik kan raken aan de dingen die ik leuk vind. Daarom speel ik elk jaar een oudejaars. En soms pik je er iets uit dat misschien niet groot is, maar voor mij op de een of andere manier wel. Er is 1 verhaal van vorig jaar wat ik wil delen. Het speelt zich af in, ik dacht mei, ja, dat was een jaar geleden. En het speelt zich af in Amsterdam-Noord. En ja, normaal vertel ik er dan bij, dat is een wijk van Amsterdam
aan de noordkant, maar u weet dat. Dus Amsterdam-Noord is gewoon een leuke buurt. Een beetje volksbuurt en vroeger vond ik Noord eng. Ik kom uit Amsterdam, ik vond Noord vroeger eng. Ik was echt blij dat er water tussen lag. Maar papa, het werd Noord een leukere buurt. Het ontwikkelde zich met veel meer leuke mensen en winkels en shit. Ook heel veel cultuur. Noord, hartstikke leuk. Het is nu een pont. En in Noord heb je allerlei shit, maar een van de dingen die ik niet wist, en u misschien ook niet, je hebt daar de Meeuwelaan, zo'n doorgaande straat met winkels en huizen. En de Meeuwelaan, is midden in Noord, daar was een vrij groot bedrijf, er was een goud- en zilverhandel. Een goud- en zilverhandel. En die was herkenbaar aan het feit dat er op de gevel heel groot stond goud- en zilverhandel. Wat ik zelf niet zo'n hele verstandige keuze vind. Als je elke dag voor tientallen miljoenen goud en zilver verhandelt. Ik zou altijd slachtafval op de gevel zetten. Toch? Of een bordje bij de bel, hier woont Patty Brat. Gewoon mensen. In Amsterdam-Noord werkt dat anders. Goud en zilver handel. En wat er gebeurde, misschien weet u het nog, misschien niet, maakt niet uit. Het was half mei, eind mei. En er waren een aantal gangsters, tien gangsters. En die hadden besloten, wij gaan die goud en zilverhandel helemaal leeg trekken. Dat is wat gangsters doen. En ik moet erbij vertellen, het waren Franse gangsters en Belgische gangsters. Een stukje Europese samenwerking, gangstergebied. En die hadden besloten, wij rijden samen naar Noord. We trekken die hele goud en zilverhandel leeg. Dat is één dingetje. Het waren Franse gangsters en Belgische gangsters. Maar die Belgische gangsters, dat waren geen Wallonen, dat waren Vlamingen. Dus... Nou ja, de onderlinge communication was een petit peu difficile. Maar goed, voor ons nog niet, want de helft ging met de voiture, de andere helft met de wagen. En we zien elkaar in Noord. Dus die parkeerden de wagen of de voiture en die treffen elkaar voor de goud en zilverhandel. Ze waren met 10 man. Er gingen er 8 naar binnen. Wiet. En 2 bleven er buiten. Dat was de afspraak. 2 bleven er buiten. Die anderen gingen met lege tassen naar binnen, goud en zilver trekken. En 2 bleven er buiten op de Meeuwelaan. Gewoon mensen en kinderwagens. En die 2 die stonden op de uitkijk, wat ik logisch vind, toch? Grote overval, als je op de uitkijk. En wat die 2 deden, ik verzin dit niet, die hadden alle 2 een Uzi, dat is een volautomatisch wapen. Die staan op de Meeuwelaan met mensen eromheen en shit. Die begonnen die Uzi gewoon leeg te rammen. Dat je denkt, waarom? Weet je, nou blijkt, als je een overval pleegt, moet je zoveel mogelijk de aandacht trekken. Dat brengt de autoriteiten in de war. Dus die 2 mannen staan op de trottoir van de Meeuwelaan. Ja? Die staan echt serieus te rammen. Nou zijn ze in Amsterdam-Noord wel wat gewend. Maar hier keken er toch wel een paar uit het raam van, goh, wat zou daar aan de hand zijn? Okay. Dat is de basis van de overval. U kijkt me aan, wat gebeurt daarna, ga ik nu vertellen. Uit een zijstraat van de Meeuwelaan kwam een oudere dame. Een oudere dame, en die kwam aan in de kanta. Dus die kwam lekker achter. Okay. Die komt bij de allesbepalende bocht van de Meeuwelaan. Die neemt zij als Max Verstappen op een goede middag. Ik herhaal voor de zekerheid, hier staan 2 gangsters. Die staan een Uzi volledig leeg te rammen. Er was geen meeuw meer in leven boven de gelijknamige laan. Die vrouw komt de bocht om, piepen de bandjes. Die ziet in de verte het geschetste beeld. Ik denk dat de meesten van u zouden denken, nou, ik doe vanmiddag wel boodschappen, toch? Zo werkt het niet in Noord. Sterker nog, die vrouw die kant had gewoon door. Die vrouw op leeftijd, die parkeert de kanta tegen de laarzen van de dichtstbijzijnde gangster. Die schiet gewoon door, dat was de opdracht. Maar die denkt wel, ik heb nu een psychedelische ervaring, want ik ben gewoon een gangster. En er staat daar een vrouw. Die vrouw zag het onbegrip, en dat is mooi van Amsterdam-Noord, leuke sociale mensen. Die vrouw zag het onbegrip bij die gangster. Dus die klapt haar raampje open om uit te leggen wat er gaande is. Die gozer schiet gewoon door. En die vrouw zegt letterlijk tegen die 2 gangsters, ja... Ik ken allemaal wat zijn en zo. Maar ik moet gewoon even naar de super. Ik moet gewoon even naar de super. Die gangster heeft nog meer onbegrip. Hij schiet gewoon door. Die vrouw denkt, hij begrijpt me nog steeds niet. Ze klapt weer het raampje open. En zegt toen, ja, ik moet Nescafé hebben. Litertje karnemelk. En een grote pot glijzalf. Dit gesprek gaat op zich lekker. Ondanks alles slaagt de overval. Dus de 8 gangsters komen met tassen vol met goud en zilver naar buiten. Stappen in de wagen of de voiture en vluchten. Is er iemand die weet waarheen zij vluchten? Broek in Waterland. Pantalon de l'eau de terre. Dus, ik weet niet of u Broek in Waterland kent. Hoeft ook niet. Broek in Waterland is ten noorden van Amsterdam. Daar wonen vrij veel mensen in grote huizen... omdat ze een iets andere belastingmoraal hebben dan wij. En die mensen hebben een groot huis. Dat is verder oké. Okay. Ja? En heel veel van die huizen, wist ik ook niet, die hebben een gazon. Een gazon. Dat is gras. Tyfus veel gras. En, ook van belang,
Broek in Waterland is bekend om twee dingen: sloten en doodlopende wegen. Dus ideaal als je wil vluchten naar Frankrijk. Ik wist het niet, hè? Maar er zijn heel veel grote huizen met heel veel gazon en gras. En er was één gozer die woont helemaal aan de rand van Broek. En die had een tyfus groot huis met een gazon. En die was zo trots op zijn gras dat hij er 24/7 een cameraatje op had staan. 24/7 stond er een cameraatje op zijn gras. Dan kon hij binnen naar zijn gras kijken. Althans, daar ga ik vanuit. U kijkt me nu aan, hoe weet je dat? Omdat die beelden zijn uitgezonden. Ja, goddank van het gras, niet deze beelden, maar die beelden zijn uitgezonden. Ik zet het 8 uur journaal aan. Ik ben gewoon benieuwd hoe gaat het met de wereld. En ik zie, echt maar, 10 seconden lang gras in beeld. Gewoon gras. Ik begin te schreeuwen, hé, Rob Trip, Rob Trip, Rob Trip. Is er niks gebeurd dan? En toen begreep ik waarom ze het uitzonden. Dit was het gras aan de rand van Broek in Waterland. En er kwam een vrij grote voituur die over dat hele... in één keer dat hele centenkoord naar God. Gewoon weg, klaar. Dat vond ik al grappig. Maar dat werd nog leuker. Want ongeveer 7 seconden later kwam er in hetzelfde shot een man achteraan gehold. Die hold op deze manier. Dat was een gangster, die waren ze in Amsterdam-Noord vergeten. Oublié. En die gangster denkt, nou we stappen in de auto, we rijden naar Parijs. Hoei, ik dacht het niet, mon ami, want daar is een sloot. Er was nog maar één optie, het weiland. Weet je nog, gingen ze het weiland in. Daar kwam alles samen, jongens, in het weiland. Er waren nog 8 gangsters over. Er was heel veel popo, heel veel popo. Er waren choppers. Choppers. Er waren honden, normale honden. En midden in het weiland, Femke Halsema op Lieslaarzen. Haar eerste woorden waren, moet ik nog ergens mijn excuses voor aanbieden? En dit verzin je niet, is allemaal waar. Op de dijk stond Karin Bloemen. Dat je denkt, what the fuck, die woont daar. Op de dijk stond Karin Bloemen, die wilde gaan zingen, maar dat hebben we goddank weten te verhinderen. Dat is belangrijk, belangrijk. Waarom raakte dit verhaal mij, ga ik u uitleggen. Dat komt door de Kanta. Het komt door de Kanta. Ik toer nu 33 jaar, ik kom overal. Weet je al, 80, 90, 100 voorstellingen per jaar, ik speel overal. Dan loop ik even een dorp door, de stad, de plaats, whatever het is. En ik kijk omheen, ik spreek mensen, dat is leuk. Wat mij opvalt in de afgelopen 30 jaar, steeds meer Kanta's. Steeds meer Kanta's. En ik vind dat goed. Er zijn mensen die zijn ouder. Mensen die zijn minder goed ter been. Die willen ook naar theater of ergens anders heen. Pak de Kanta. Vind ik hartstikke goed. Maar wat mij opvalt, ook vandaag weer. Hè? Ik heb nog even een klein rondje door het gonzende winkelhart. Nee, ik ben er 7 keer omheen gelopen in de hoop dat het instortte. Maar daar gaat het nu even niet om. Ik heb even een rondje door Nieuwegein gelopen. Want ik wil u ook leren kennen. En ik zag ook vandaag zo in een half uurtje 3, 4, 5 Kanta's. En wat mij opvalt, wat me het meest opvalt. Soms zie ik een Kanta met iemand daarin. En die persoon die slaagt er dan in om de Kanta geheel te vullen. Gewoon helemaal. Fascinerend. En nog steeds groot respect, zeker ook voor de Kanta. Maar ik denk dan altijd, hoe ga je daar ook nog uitkomen, vriend? Ja goed, dat zou op zich die grote pot glijzalf dan wel weer een stuk logischer maken. Zeg. Maar het kan ook anders zijn, ik weet het echt niet. Misschien woon je in Nieuwegein en overweeg je de Kanta. Dan ga je verderop, ga je naar de Kanta-koning van Nieuwegein. Naar het atelier. Ja? Dan ga je op een kruk zitten. En dan bouwt hij een Kanta, perfect passend, om je heen. En dan rij je weg en dan zegt hij, wilt u daar nog een schoenlabel bij? Dat zou ook kunnen, hè? Dat zijn de beelden die ik meeneem. Als je het over dit jaar hebt, en dat hebben we toch even omdat het eind mei is. Als je het over dit jaar hebt, heb je het over een oorlog die al 3 maanden duurt. Een oorlog die niemand had verwacht dat zou gebeuren op dit continent of überhaupt... Je hebt het over mensen die vluchten, mensen die lijken op ons en die komen deze kant op. En ik herinner me het moment dat het begon, dat was een donderdag. En dat je beelden ziet, en dat geldt voor iedereen denk ik, beelden waarvan je niet had verwacht dat je ze ooit zou zien. En ik heb toen iets geschreven wat ik met jullie wil delen. Dat is een hele andere toon dan alles wat we tot nu toe gedaan hebben. Maar ik wil het wel met jullie delen, omdat het ook bij dit moment hoort in de tijd. Dit heet 26-2-22, 26 februari 22, heb ik op die dag geschreven. En dat wil ik nog met jullie delen, omdat ik het zo'n fijne avond vind. Ik zie peuters met een mutsje, vol van spanning voor de trein, ogen stralen, avontuur. Ze wachten uur na uur na uur, maar vandaag is niets wat het zou moeten zijn. Ik zie kinderen met hun moeder op een overvol perron, stapels koffers, daar een hond en blikken angstig in het rond. Maar vandaag kan niets wat anders altijd kon. Ik zie vrouwen, ze zijn sterk, ook al zijn ze op de vlucht.
Morgen vinden ze een grens en al het goede in de mens. Maar vandaag is vrijheid een gerucht. Ik zie mannen vastberaden. Bij het afscheid houden ze zich groot. Nog nooit een wapen in de hand, toch gaan ze vechten voor hun land. Maar word geen held, want helden zijn vaak dood. Ik zie een land waar ik niet zo vaak aan dacht. Nu denk ik aan de man, de vrouw, het kind. Aan de agressor en zijn haat. Die straks met lege handen staat. Omdat ik geloof dat het goede overwint. Dan wappert blauw en geel weer in de lentewind. Op de dag dat het goede overwint. I was burst outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll flow to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, and I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, now kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, I'm often false explaining, but to her it plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you've got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. Well, I'm some stain there on your bedsheet. You're my diamond in the rough. But darling, I'll bathe your skin, and I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. Oh, I'll be there waiting for you. 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 Noah, Eelco, Henk Post, dankjewel. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Dames en heren, Eelco doet daar techniek. Henk doet maar normaal mijn techniek. Jessica doet mijn regie. De mensen hier doen hartstikke goede dingen. En die kunnen fucking goed met een vergiet gooien. Ga nog even zitten. En we willen nog één ding voor je doen. Het staat erop, het is gelukt. Hartelijk dank voor deze prachtige avond. En jullie onwaarschijnlijke antwoorden. En echt rare honden, echt rare honden. Toch? Jezus. We willen nog één ding doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan. Behalve in de soundcheck net. We schrijven samen al een tijdje liedjes. En we vinden het leuk om met één liedje met u te delen. Wat we nog nooit voor het publiek hebben gedaan. Dit leek ons ideale avond. Dus het is gewoon helemaal nieuw. En speciaal voor jullie, omdat jullie zo'n leuk publiek zijn. Spelen we dat nog even. En daarna is het borrel.
Nobody is perfect, as far as I can see. Madness is contagious, so stay away from me. Arithmetic forbids that 1 + 1 = 3. So if you live by rules or law, stay away from me. Set out to climb the mountain, but fell down on my knees. Despair is just like madness, so stay away from me. So stay away from me. I tried to be a good man, the best that I could be. Desire's all that's left right now, so please come close to me. Desire keeps me from despair, please come close to me. Desire keeps me from despair, please come close to me. Dank u wel. Bijna. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Het was een groot genoegen. Nieuwe Gein is rocking. Nou, dan een sneltrend. Dankjewel. Bye bye. Fijne avond.